Ik heb nog niet echt een openingsshoon, Wim, dus misschien kan jij heel even de openingsshoon doen. Mm -hmm. Koekeroe. Mm -hmm. Koekeroe. 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 Mm -hmm. Welkom bij Koekeroe. We hebben vandaag een man die meer bekend is in het uh, buitenland ongeveer dan in eigen land. Hij is uh, gegroeid van gek tot geniaal. En uh, ja, daar waar hij eigenlijk van school afgekikt is, is hij nu doctor aan het uitleggen hoe het zit. Daar komt het op neer. En uh, zijn bijnaam is The Iceman. Uh, mag ik een applaus voor Wim Hof? Yeah. Yeah. Cool. Uh, er is een live publiek, uh, daar kan je bij zijn. Als je bij uh, de Koekeroe Club hoort, dan uh, kan je hier aanwezig zijn bij Adam en Co. We hebben een fantastisch uitzicht over Amsterdam. En Wim, ja, as, as always ben je gewoon weer aan het shinen gewoon. Yes, yes. Yeah. Wat moet je anders uh, doen in het leven, toch? Dat is ook zo. Gewoon keihard te zijn. En uh, als dat niet zo is, dan laten wij wel zien hoe het ijs gebroken moet worden. Het ijs gebroken. Nou... Ja, er is toch gewoon veel te veel depressie, neerslachtigheid, uh, al die ziektes enzovoort. I ik, ik vond dat niet juist. Nee. Ik vond dat ziek. En ik denk, het is te genormaliseerd en uh, men, men wordt daar ongevoelig tegenover en uh, insensitief. En uh, 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 waar is de drive om daar iets tegen te doen? En daarvoor denk ik dat deze podcast, oh, ik weet niet wat het ja, is, ja. een interview, ja, ja, podcast uh, 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 dit, dat dat. Eh, soort nieuwe. Eh, eh, ja, hoe heet dat? Eh, kennisbrengende eh, media. ervoor zorgt dat we eh, voorbij gaan aan onze bestaande denkbeelden. Er moet iets nieuws gaan komen en wij zullen uit de modder trekken in, de, in deze podcast wat dat is. Jij zegt eigenlijk, maar misschien ga ik gelijk te diep, maar dat vind ik tamelijk geniaal. dat, dat wat wij onderbewustzijn noemen, dat we dat ook eigenlijk. Tot ons kunnen maken. Wauw, uh, uh, sla je de spijker op de kop. Wij hebben zeven jaar geleden al laten zien, met het Radboudziekenhuis ja. in de universitaire. Coop, uh, hoe heet dat? Uh, 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 comparatieve studie. Hebben we laten zien dat het autonome zenuwstelsel tot uh, dan in de boeken niet uh, door mensen uh, bij machten te beïnvloeden. Uh, uh, hebben wij heel duidelijk laten zien: 100% uh, scoren met 12 mensen, na duizenden die het niet konden, plotseling 12 mensen die volledige controle hadden over hun autonome zenuwstelsel en daar ingingen. En het autonome zenuwstelsel is datgene wat buiten je eigen bewustzijn gebeurt, oftewel het onderbewustzijn is daarmee verbonden. Dus het onderbewustzijn nu, dat is wat ik vind: dat wij veel meer kunnen dan wij denken, dan wij geschoold zijn. En wij moeten gaan opstaan naar ons volledige potentieel. En hoeveel is dat en hoe, hoe gaan we dat doen? Gaan we nou laten zien? Want ik ben nu al zoveel onderzoeken verder, die alles weer reproduceren: weer laten zien dat we tot veel meer toe in staat zijn. Uh, dan wij tot nu toe wetenschappelijk hebben aangenomen. En daar is die hele maatschappij en het systeem op gebouwd. Op wat mensen denken dat ze kunnen, niet wat ze zijn. Nee, precies. En, en eigenlijk zijn we dus onderontwikkeld op dat gebied. Ja, uh, op het moment. Ik, jij snijdt gelijk een onderzoek aan waarvan ik me kan voorstellen dat het voor jou ook wel fijn was. Want... Kijk, je kon in het begin, en, en, en zo, ja, ik, dat vind ik het jammere, zo sta je in Nederland misschien wel bekend, dat mensen gewoon dachten, ja, die Wim, dat is gewoon uh, hè, freak of nature, zoals ze het noemen. Die kan iets, nou ja, uh, knap, daar gaat het niet om, uh, kan het circus in of uh, mooie kunstjes doen. Maar eigenlijk door dat onderzoek met het uh, Radboud, wat jij al wel wist, hè, maar wat je toen kon uh, bewijzen, namelijk dat iedereen dat kan. Ja. Nou, precies. Uh, uh, het ging er niet om uh, 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 dat ik het kon. Want inderdaad, uh, word je als een circusartiest uh, weggemoffeld. Ja. Eerst was ik uh, de ijskikker en de ijskonijn. En, uh, het werd steeds groter. De, op een gegeven moment de ijsbeer, walrus. Nee. Uh, ik ben de erelid van de Walrussenclub in de Polen geworden en in uh, Rusland. En, uh, uh, het wordt steeds groter. Uh, uh, maar uh, toen kwam die wetenschap. En toen liet ik zien dat mensen binnen vier dagen konden waarvan men dacht... Wist je dat? Want... Dat ik het alleen kon. Ik voelde dat. Ja, ja. Intuïtief voelde ik dat mensen tot veel meer toe in staat zijn. Ik heb een, namelijk een, een eigen tweelingbroer. Ja. En die kon niet wat ik deed, terwijl je toch identiek was. Ja, maar ja, dat, dat zou juist bewijzen dat jij wel dus bijzonder bent en iets kan wat niet iedereen kan. Ja, uh, yeah, maar als, er, uh, als je over identieke tweelingen uh, praat en praat je over genetisch hetzelfde materiaal ja. en uh, dus die kunnen dan allebei ongeveer hetzelfde. Door omstandigheden zal het een klein beetje verschillen, maar genetisch gezien zouden wij dat dan niet kunnen wat ik deed. Hij kon niet wat ik deed. Heb je dan kunnen leren? De, ja, nou ja, niet alleen hem, nu miljoenen anderen zijn, bij sta, zijn in staat. en dit, dit is de vegetarische hamvraag. <laughs> ja, de, 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 waar het om gaat in de wereld is, uh, 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 miljoenen mensen doen dit nou. miljoenen mensen die tonen de Wim, de Wim Hof methode. Hè? de Wim Hof methode die bestaat uit ademhalingsoefeningen. Specifieke ademhalingsoefeningen, koude blootstelling, graduele kou, koude blootstelling. En mind de mindset. De geestelijke staat van je neurologische. van je neurologie mm -hmm. in je hersenen. Want dat is een uh, laatst, uh, 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 laatste onderzoek heeft aangetoond dat het wel degelijk een, uh, als een spier werkt. Want ik was bij machten om alleen maar door het gebruik te maken van mijn geest in een brain scan... koud water op mij te laten komen... en de huidtemperatuur niet te doen laten dalen. Nee. Alleen maar door gebruik te maken van onze geest. Die geest die, uh, uh, is getraind... Uh, middels scholing en uh, carrière... En, en, nou, niet getraind eigenlijk. Dus. En precies. Wat wij niet getraind hebben, is die, onze innerlijke mens. Onze innerlijke mechanismen. die er voor, ten alle tijde voor zou kunnen zorgen. dat we onze uh, geluk, kracht en gezondheid. Gewoon altijd kunnen bewaren. Dus als je dan ontslagen wordt en dan uh, word je niet depressief. Nee, maakt niet want je, uh, precies. Ja. Maar eventjes terug naar het begin. Kijk, jij uh, komt op een gegeven moment in aanraking met ijs. Je wordt daardoor aangetrokken en je voelt door tintelingen en, en door wat het in je hoofd met je doet, dat je er iets mee hebt. Ja, absoluut. Uh, intuïtief ging ik dat ijs in op uh, 17-jarige uh, leeftijd. En uh, ik zat daar uh, een minuutje. En ik voelde uh, daar zonder woorden. Voelde ik. Dit is het. Ja. Dit is wat ik zocht. Maar ik wil eventjes naar die eerste keer dat jij dan toch. En dat val je. He, de, uh, toen je met het radboud het onderzoek ging doen, wist jij natuurlijk wel. Dat het, dat het kon hè, ja. bij meerdere mensen. Dus hoe was de eerste keer dat jij dacht: ik ga dit even op iemand proberen, of ik ga dit met iemand doen? Hoe, hoe oud was je toen en, en wie was dat? Ik, ik ben jarenlang gids geweest, berggids in de Pyreneeën. En daar bracht ik mensen zonder pakken in ijskoude rivieren, watervallen, upseilend uh, up naar beneden uh, gaande. Dat heet canyoning. Ja, ja, ja. En tegenwoordig is dat bekend, maar toen ik uh, daarmee begon, uh, touwtje, ja, uh, ja, ja, vet. Uh, zo upseilend. Maar dan, uh, de, uh, normaal gesproken doe je dat met uh, pakken. Maar ik bracht mensen die diepere ademhalingsoefeningen bij. Waardoor ze een, een, een andere chemie veroorzaakten in zichzelf. En die konden ze dan blootstellen aan die kou. Is waardoor je, als je die chemie veroorzaakt, eh, dan plotseling een, een diepere eh, controle krijgt over je fysiologie. En dan gingen we de, de natuur in, in die kou. En dat bleken ze dan gewoon te kunnen. Dus gewoon toeristen waren jouw eerste. Guinea pigs. Een yes. Ja, precies. En yes. toen voelde je en voelden die mensen ook van, Jezus, wat een kracht. Oh, jongen, dat, dat was feest elke keer. Uh, elke avond hadden we feest. Ja. En elke dag was ik daar, drie maanden per jaar was ik dan daar. En uh, ja, elke dag zat ik in die uh, canyons en in, in de bergen. En dan zie je dat mensen uh, inderdaad niet alleen tot veel meer toe in staat zijn ze worden rustig, ze worden sereen, ze worden de kracht zelf. Pure energie komt over een mens. Als je over een aura zou praten en dat zou dan zien... dan zou je een hele heldere aura plotseling zien. En dat is eigenlijk meditatie. Hè? Normaal gesproken moet je gaan zitten en eh, wachten tot dat rustiger wordt. Want dan word je eigenlijk jezelf. In de diepere gedeeltes van je eigen hersenen. En we wisten niet hoe, 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 dat, hoe daar te komen. En nu hebben we dat laten zien in brain scans: dat je eigenlijk natuurlijk gebouwd bent om je eigen rust middels je eigen geest te kunnen bewerkstelligen. En dat. Ah, ik bedoel, kijk hoeveel depressie er is. Mm -hmm. Hoeveel neurologische disorders. Eh, eh, psychose, eh, neerslachtigheid en, en dergelijke. Kunnen we zo oplossen? Asthma. En ik, ik vraag om die onderzoeken. En ik ben bezig op dit moment met die onderzoeken. Omdat ik... Eh, ja, eh, eh, uh, non-speculatief aan de gang wil. Ja. Ik wil geen ruimte meer laten aan mensen die denken ah ja het is maar een wat doet een koude douche? Ja. Wat doet uh, dieper ademen? Do doe even normaal. Maar duurt, Maar goed, alles kost misschien tijd. Maar ik vind het nog best lang duren. Want dat radbouwt dat is uh, wanneer was het? Ja, uh, dat je zou ook weer uh, zeven jaar. Zeven geleden. Jaar, ja precies. Ja. En en uh, nou ja, goed, dat heeft zich dan wel een beetje over de wereld verspreid. En ik denk, uh, maar ja, yeah, correct me if I'm wrong, dat je heel blij bent met de Vice-documentaire, met het feit dat je bij Joe Rogan bent, uh, uh, Russell Brand, weet ik veel wie. Omdat, nou ja, het, 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 en misschien nogmaals, is Nederland daar een beetje achtergesteld in. Het heeft lang geduurd voordat mensen het ook een beetje aannamen, heb ik de indruk. Ja, dat is zonder meer een geduldsoefening in het geduld. Geduld is een schone zaak, zeggen ze wel het. Maar ik uh, ja, bedoel, als je de bewijzen hebt... Mm. Waarvoor ja, komt er me, dan niet geld ik vrij? Dat me fucking frustrerend. We, we, weet je hoe preventief uh, dit werkt? Uh, ik zeg altijd: a cold shower a day keeps the doctor away. Yeah. Uh, 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 een van de uh, grootste ziekten in de wereld is cardiovasculair. Uh, uh, gerelateerde ziekten. En als je gewoon een koude douche neemt hè, elke dag en wat dieper ademt, dan, dan tackle je dat probleem. Hoe kan het dat dit, uh, en dat bedoel, we zijn er mee bezig en ik zie het vooral positief in hoor, de revolutie is wat dat betreft begonnen. Maar is het dan uh, dat mensen nou ja, gewoon niet nadenken? Is het, is het business? Dat denk ik ook wel eens, weet je wel. Je, 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 ja, de, is, zonder de, meer. De medicijnwereld die. Uh, zonder meer, de farmaceutische industrie is. Uh, en, uh, ja, uh, is, is geld. Is op geld berustend? Fundamenteel, eigenlijk verkeerd. Ja. Oh, mensen uh, uh, die beter worden, is een klant die je verloren hebt. Dus ja, wat voor een businessmodel is dat? Die zullen wel eh, ervoor zorgen dat ze, eh, dat ze geld blijven ja. verdienen. Dus heel sneaky, komt het erin? En zo lang mogelijk de mensen in leven blij, laten blijven. De kwaliteit van het leven dat maakt niet uit als ze maar aan de pil zitten. Ja, ja precies. Heb jij ooit medicijnen gebruikt? Uh, nee, ja, la, heel lang geleden. Ja, ja. Toen ik het allemaal nog niet wist. Nee. En hoe. Uh, ja. En hoe kijk je er nu... Ik, ik, ik uh, heb dit eerder gecheckt met Emu Ratenband. Uh, die zei gelijk, stoppen ermee. Kijk, ik zelf uh, is een paar jaar geleden bij mij ADD geconstateerd. Uh, dus dat is, uh, nou ja, dat is... Dat is uh, ik zou zeggen, koor op jouw molen. Want dat is puur uh, hertenshit. Ne neurologie. Ja. Uh, dus ja, nou ja, ik heb er medicijnen voor gekregen. Lulles lullen. Uh, de, uh, ja, logisch. Er gaat wel een soort storm in mijn hoofd uh, gaat erdoor liggen. Maar ja, het voelt toch niet helemaal lekker. Ik denk, ja, moet ik nou mijn leven lang die pillen gaan slikken? Maar zou jij denken dat je dat zelf op kan lossen? Oh ja, ja zeker. Um, ik ben er al mee bezig met groter onderzoek in Amerika. Op dit moment op het gebied van bipolaire stoornissen. Ja, ja, ja. En, uh, en depressie in San Francisco. Bipolaire in, uh, in Michigan. Um, ja, um, waar we over praten is uh, neurologie in de hersenen met de hedendaagse geconditioneerde manier van denken. Jij moet presteren, en zeker zo iemand als jij. Je moet steeds in de, in de top zitten. En daar heb je je hersenen nodig. Nou, weet dan maar daarna even te stoppen. Ja. Nou, dat heb je niet geleerd. En dat stoppen en, en gaan, dat is gerelateerd in de diepte van het autonome zenuwstelsel. En dat wordt geregeerd door het uh, sympathische en parasympathische uh, zenuwstelsel. Uh, sympathicus, dat uh, is actie. Parasympathicus is restoration, rehabilitation. Dus uh, het repareren en weer tot rust komen, weer en tot zwapen, energie komen. Precies. Worden, ja. Dus een is aan, ja. andere is uit. Ja. Dat is een antagonisme. Maar als dat antagonisme niet werkt, niet helemaal goed werkt, dan blijft de cortisol, die blijft in het lichaam achter en daardoor kan de switch van de parasympathicus kan niet aan. Want, uh, de, uh, en daarvoor hebben wij deze oefeningen, die diepgaande oefeningen, uh, voor ontwikkeld. Die, waardoor de adrenaline-axis, zoals dat heet, uh, hypothalamus, uh, 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 de pituitary gland en uh, und, uh, und de, und de bijnieren, dat is de adrenaline-axis, uh, dat die werkt, is waardoor die cortisol in één keer uit het lichaam verdwijnt. Dat de zijn stress die, eigenlijk. De stress, ja, ja, ja. de stresser. Eh, die chronisch aanwezig blijft. Die zorgt met de tijd voor eh, te weinig energie eh, ja. terugkomend. Geen reparatie. En daardoor komen heel veel chronische ziektes. Maar ergens denk ik ook. jij ook lekker. Oh, heb je nog uh, een koffie? Ik, bedoel, ik, wil, dit... ik wil er nog, Nee, dat weet ik. Nog een uh, bakje? Ik wil ook nog een colaatje. Maar tegelijkertijd, terwijl ik het zeg, denk ik ja. Maar ja, daar loop ik ook. Daar, daar he, met de caffeine aan ziek, loop ik ook wel weer mijn hersenen te fukken? Uh... Uh, nou ja, dat uh, zou je denken. En, uh, ik, ik, ik voel wel aan. Ik, ik had vorig jaar dit. Ik zat in Polen en, uh, met 80 mensen in de, in de bergen en ik zei... questions and answers. Nou, we, na vier dagen trainen... En, uh, en buiten in de kou, blote voeten... en uh, zwemmen, in de water vallen... en uh, we zouden die andere dag... Uh, een berg gaan beklimmen in een korte broek... Uh, vijf uren lang... en dat was allemaal. En, uh, uh, zat ik daar, questions and answers... en uh, er komt er een jongen die zegt... Me, hey, uh, ma, uh, Wim, uh, in het Engels... Uh, uh, you drink sometimes beer... and that's intoxication to your liver. En... Uh, uh, it's not the way you preach your things. En, uh, ik zeg, ja, maar uh, ik heb mijn controle, jongen. En weet je wat? Uh, ik kan zo hier nu een wereldrecord doen. En toen zei hij, uh, ja, kan je dat echt? Ik zeg, ja, maar dan moet je me wel eerst een biertje geven. <laughs> dus hij kwam met dat biertje een half uur later. Ging ik buiten staan. Want ik ging even drie uur in de paardenstand staan. En weet je wat de paardenstand nee, is? Nee. Dit is de, de paardenstand. Wim uh, gaat even. Uh, oh ja, gewoon door je hurk alsof je aan het poepen bent. Oh, een beetje zo'n chai chi of uh, weet ik hoe dat heet, het een stand. Ja, ja, ja. Daar ging, daar ging je drie uur in staan? Drie uur op blote voeten buiten in de sneeuw. En, uh, en uh, relaxed hoor. En daarna heb ik nog een biertje gedronken. Ik hey, bedoel, ja. iedereen, uh, je voelt vanzelf al aan of je te veel neemt of niet. Als jij niet meer voelt dat je controle ja, ergens over hebt, moet je maar even stoppen. Maar oké, okay, laten we even... Want ja. uh, ik bedoel, iedereen wil uh, Wim Hof zijn. Tenminste, uh, ik denk een hoop mensen wel. Omdat je bijna... Ja, je haalt alles eruit wat erin zit. Als, als, als mens zijnde. Uh, hoe... Uh, laten we beginnen met de ochtend. Uh, wat is jouw ochtendritueel? Mm. Uh, I'm a man on a mission. Ik ben een... Uh, dus je ja, staat op en je hebt natuurlijk ja, die kracht. Ja, direct zo van uh, vandaag. Uh, wat doe je? Wat eet je? Blok wat, mij wat, helemaal... Uh, uh, ja, ik eet uh, gedurende de dag helemaal niets. Nee. Dan uh, na zes uur. Dat heet tegenwoordig intermittent, intermittent fasting, ja. fasting, maar uh, ik doe dat al veertig jaar. Eén keer per dag. Eet. toen bestond dat helemaal niet Eén keer per uh, dat dag woord. Eet ja. Wat eet je dan? Uh, Hoofdzakelijk vegetarisch. Ja, dat is het. Soms wel vlees? Ja, geen vlees, geen vlees. Helemaal geen vlees. Nee, 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 nee. Soms nee. vis? Soms vis. Ja. Soms vis. ja. En doe je ochtends nog, hè, want je komt ook een beetje uit de, de, de yoga, heb je veel gedaan? Ja. Begin je daar nog een uh, Oh ja, ik doe uh, zeker. Hoppa, ik krijg mijn melk. Ja. ja. Thank you. Ma Van Kim. Ja, heel goed. Is, uh... Kim en Wim. Ja. Vind je mooie, uh... Oh, jij herkende mij in het begin al, hè? In ja, lift, ja, in de lift. Oh, ja. cool. de lift, dat is ook een film. Ja. Met dupe stapel. God, je zit wel in het Nederlands. Je vindt het moeilijk om nog Nederlands te lullen, want je lult bijna, denk ik, nooit meer Nederlands. Ja, ja, uh, yeah, honderden podcasts. Ja. Uh, allemaal in het uh, Engels. Dan word je heel gedreven. Hè? Maar ja. doe je aan yoga nog? Ja, ja. Hier, kijk. Ik geloof je al. Wim gaat nu weer de split doen. Of de spagaat, wat is het? Ongelooflijk. Ongelooflijk. Oké, okay, dus dat hou je nog wel een beetje bij. Oh. oh, sorry. sorry. Oké, okay. en, 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 en lees je nog veel? Uh, nou, ik schrijf meer. Ja, precies. Ik heb uh, net, uh, is er een nieuw boek uh, gaat komen, met, uh, uh, ja, een beetje de grootste uitgeverij van de wereld. En die, uh, ja, nou, dat, dat wordt een 300 uh, bladzijden uh, bladig uh, boek. Je levensverhaal. Mijn levensverhaal. Of? Ja, ja, precies. Tot nu toe. Fantastisch. En ik ga er nog eens uh, 60 hey. jaar tegenaan gooien, natuurlijk. 60 jaar, 120 jaar, word je 120? Ja, op zijn minst. Oké, okay, top. Ik ben uh, namelijk nou bezig met de genetica, met de uh, top researchers in Amerika, San Francisco, uh, ben ik mee bezig. Ik heb met Nobelprijswinnaars op dat gebied uh, gepraat en ik snij gewoon hout, want mijn kennis komt uit de natuur. Iets wat onbekend is, blijkbaar ja. bij de mens, breng ik naar de mensen toe, hier de beter Ergens denk ik, dat is een wat mooie eraan, en dat, daar weet je meer van dan ik, maar dat in, 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 in de oudheid, ah. dat ze dat eigenlijk allemaal veel beter weesden dan wij nu. Ja, yeah, de natives, de indigenous people, die uh, uh, zeiden gewoon van, uh, I bless your uh, seven generations back, your ancestors, and the seven generations to come. Dat, deden ze, dat zeiden ze niet alleen. Dat deden ze ook. Want die kennis was er. Ze zeiden niet zomaar: ja, dat is paars en dat is blauw en dat is oranje. Dat is mooi. Dat er niks achter zat. Ze voelden dat. Ze wisten dat. Ze hadden een andere kennis. Nu hebben wij mechanismen, microscopen en, en, en DNA-onderzoek. die bij machten is om dertien uh, generaties terug. Te, uh, op te zoeken. Mm -hmm. En te ontleden. En nu, uh, ja, diezelfde mensen die zeggen mij nou, Wim, uh, uh, we have been studying and we know the DNA sequences. En uh, 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 twaalf jaar zitten we al aan het zoeken naar, uh, uh, want we weten het, we weten hoe het helemaal in elkaar zit. Uh, de DNA, de structuren en de, en de series, uh, de, ik weet niet, de sequences. Ja. Uh, 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 al die dingen, die weten we. Maar we wisten niet, omdat we dat via de microscopen wel weten... maar niet hoe we dat middels de mens zelf uh, via het bewustzijn... zou kunnen beïnvloeden, dat DNA. Ja. En met deze technieken kunnen we dat wel... Ja. Daar zijn we nu op dit moment mee bezig met 140 mensen in de, uh, San Francisco. En dat gaat volgend jaar gaat dat gewoon uh, deining veroorzaken. Of waaruit blijkt dat je bijvoorbeeld in uh, hey, meditatieve toestand echt je DNA uh, kan veranderen. Ja, ja, maar we gaan nog een tikkeltje verder. Want meditatie, mindfulness, is vergeleken met de uh, onderzoeksresultaten die wij hebben aangetoond. Uh, in het zenuwstelsel en in, nee. in de bloedvaten en, uh, en, en de diepte van de hersenen. Uh, en toen zagen ze uh, dat de diepte van de hersenen. die bereikt worden middels het beoefenen van deze technieken. Uh, dieper gaat binnen 10 minuten. Als je dat zou doen. Binnen 10 minuten. meer dan iemand die vier uur per dag zit. Mindfelt een nus te doen voor jaren. Nee, het is echt een soort full speed versie van. Tang, bang! Ja, 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 ja. Papa! Oh, goed. Wat jij net zegt, dat jij 120 wordt en zo, dat is toch niet ons allemaal gegeven, omdat we nu eenmaal al een paar jaar verkrekt zijn. Ik, bedoel, jij... ah, ik, zeg, ik zeg dat gewoon. Nee, okay. Ik zeg 120, ik wil, uh, ik wil gewoon. Ik zeg, I'm not, uh, I don't fear death. I fear not to live. Ik wil gewoon volledig leven. Ja. En ik ben niet bezig. Mijn, mijn, mijn missie is mijn leven, mijn ziel. Wanneer de bloem gebloeid heeft, is het oké. Okay. Heeft hij zijn zaadjes verspreid? heeft zijn werk gedaan. Het is allemaal goed. Nee, ik heb behoorlijk wat zaadjes verspreid. Ik kan ik je vertellen. Dat even terzijde. Geestelijk gezien. Heb ik ook eh, eh, ja, ja, daar gaan eh, de spiritual children. Eh, de, de geestelijke kinderen van me, dat is toch. Ik wil voor mijn dood wil ik laten zien dat iedereen zijn ziel kan leren kennen. In alle diepten en alle kleuren in, in het gehele profiel. En het is nog niet te laat. Want nogmaals, dat heb ik soms een beetje. Ik denk van ja, uh, die Wim heeft het goed voor elkaar. Die is daar gewoon op jonge leeftijd mee begonnen, Hij heeft, he, is daar dagelijks mee bezig. En ja, ik ben 42. Ik begin het net interessant te vinden. Uh, ja, heeft het nog zin? Nou ja, het heeft wel zin. Maar ik bedoel, zover, ik dat op zich meer wel een buitengewoon geval. Ja, 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 ik weet dat ik uh, op mijn 40-jarige leeftijd begon mijn carrière eigenlijk pas. Ja, ja, ja. En toen begon ik pas wereldkoers te doen. Ja. En ik heb er uh, nu zoveel, ik uh, ben de tel echt kwijt. Wel, wel, ik ben ik weet... het meest trots? Nou, uh, ja, kijk. Ik vond die, wat was het aan een vinger hangen, vond ik vrij extreem. Ja, dat, uh, uh, hang maar. ja inderdaad, deze vinger. Ja, je middelvinger. De middelvinger. Man. <laughs> dat is voor, uh, wanneer ik alles bewezen heb, dan, nee, iedereen die me... voor gek had, verklaard enzovoort, heb ik een heel mooi vingertje, de sterkste vinger van de wereld, met eh, wereldrecord hier. Eh, even hangen tussen twee big balloons, eh, anderhalve kilometer in de lucht. En dan in de, in de winter, in eh, februari, wanneer het koud is, en je, je weet wat er gebeurt, want wanneer de handen koud zijn, hè, dan heb je geen kracht meer in die handen. Toch? Eh, dat weet je toch? Nou, ga dan maar ertussenin klimmen en dan even aan die dingen hangen. En hij heeft Oeh. het gedaan. Gekke ja. uh, ja, uh, dingen, hè? Maar wel, welke ben je meest trots? Nou, één uh, dag voordat ik het eerste record ging doen onder ijs zwemmen. Ja? En dat was een afstand van 50 meter. Moest ik dan over brug of onder uh, 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 zwemmen op ademtocht in je, uh, uh, in je, in je korte broek. Dus uh, 50 meter onder één meter dikke ijslaag. Eén dag voordat dat record zou gaan plaatsvinden, uh, deden we een generale uh, repetitie. Ja. Zoals dat heette, de rehearsal. En toen uh, dacht ik, ja, ik ga die hele afstand doen en dan weet ik wat er morgen is. Ik ga alles schrijven, ik ga, ga dat doen. Wat gebeurde er? Ik had geen brilletje op. Dus na 35 meter verder, onder het ijs, verloor ik zicht. Omdat de horen, het horenvlies bevroor. En ik zag niks meer. En daar ben je dan, in je korte broek, alleen maar op je adem. En er was eigenlijk niemand daar beneden, want het was maar een generale repetitie. Nou, eh, eh, ik zwom dat eh, 50 meter eh, uh, gat wak zwom uh, ik aan de rechterkant blijkbaar voorbij. Oh. Dat wist ik niet. En uh, pas toen... Uh, uh, ik had het helemaal uitgerekend. Uh, 42 slagen heb ik nodig. A ah, 1,20 meter. 20, want dat is de afstand die ik afleg met één slag. Had ik uitgerekend. En uh, dan zit je op 49 meter. 60, dus dat zat allemaal goed. En dan zie je dat gaat wel. En dat zie je dan ook. Want het was uh, kraakhelder water. Uh, maar ja, als je horenvlies uh, be, bevriest, dan, dan zie je een. Ja, uh, yeah, uh, hoe heet dat? Een, uh, vaag, alles ja. wordt vaag. Maar dan ben je toch in totale paniek? Nou, dat was ik dus niet. En daarom, je vraagt mij, wat is het mooiste, indrukwekkendste record? Zee. Dat was eigenlijk op dat moment geen record. Dat, euh, ik deed namelijk bijna 2,5 keer <laughs> uh, de afstand. Eh, eh, dan het record. Dus dat was geen record. Eh, maar eh, ik heb. Eh, eh, de volgende dag moet je het wel De weer... 42 slaan. Ja, dat was een piece of cake. Uh. Die andere dag. Maar eh, ik deed. Twee, eh, 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 48, bij slag 48 kwam ik weer bij bewustzijn. Dus na de slag 26 verloor ik het zo van. Okay. Alleen maar zwemmen overleven. Ja. Je denkt namelijk niet. Je kan niet nadenken. Je bent daar niet aan nadenken. Maar ik, bij slag 48, want je ononderbewust ga je gewoon door. Ja. Oh, Zit je bij 48 en het uh, enigste wat je denkt op dat moment 6. Ik moet 6 terug. Automatisch. Oh nee, omdat je omdat je 42. Ja, ja oké. Okay. Heeft... Weet je, zie hoe lang dat is, hè? Ja, ja, ja. En dan, dan zit je al uh, bijna twee minuten onder water, en dan moet je weer terug, en dan oh, oh, oh. niks. Man. Zes die kant, zes die kant, zes die kant, zes die kant, zes die kant. Zes die kant. Zes die kant. Zes. Plotseling werd mijn werkelijkheid zo groot, visueel. Ja. En maar en ja, ik ging bijna slapen, en ik sliep op een gegeven moment. Ja, je uh, bent relaxed. Onder het ijs in ijswater, hè? ijswater en dan met je adem vasthoudend. Dat is zoals doodgaan. Ik wil net zeggen, dat is natuurlijk wat meest duik wat, vreselijke wat die duikers ook verdrinkings. Oh ik, ik heb dat helemaal niet gevoeld. Ik, eh, eh, ik voelde alsof ik ging slapen. En toen werd, eh, werd ik eh, eh, door een duiker aan mijn enkel getrokken. Ik, ik werd een beetje wakker. Was uh, er was natuurlijk niks meer van energie om bewust te zijn. En uh, ik kwam uit het wak, Teruggebracht naar het 50 meter wak. Ik kom naar boven. <hijks> ik kom tot leven. Uh, eerst zei ik nog, uh, "God, waarom was dat niet? Maar uh, even later. Uh, But I did it. Je hebt het ik heb het wel shit gedaan. <hijks> en het uh, uh, moment daarin was van... Ik heb de dood gezien en het was niet, er, er zat geen angst. Who cares about death? It's just a concept. Ik zeg, ik heb gewoon controle over het leven. Het is dus controle over de adem. Want voordat ik dat record deed, into the unknown, want niemand had zo'n afstand ooit gedaan. En je weet niet wat je allemaal gaat meemaken. Ja, laat staan dat ik dan weet dat je een brilletje moet dragen weet ik wel allemaal. Dat is allemaal gebeurd. Maar het was mijn tijd blijkbaar niet. Uh, ik kom daar tot leven weer. En de, ik zit daar op een... Ja, natuurlijk. Ik heb natuurlijk wel heel diep uh, geademd. Ja. En dan verander je de chemie. En de chemie die wordt niet verzuurd in je uh, uh, fysiologie. Die wordt heel alkalisch. En als dat alkalisch is, dan gaat het lampje... als de energie er niet meer is, die gaat langzaam gewoon uit. En uh, je voelt dat niet. Maar wat is alkalisch? Alkalisch is een positieve, uh, uh, positieve zuurgraad. Ja, ja. En dat is waardoor neurotransmitters in het lichaam uh, 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 juist werken. If the building, if Elvis, Elvis left, uh, left the building, dat ja. yeah, is zoiets van: je gaat dood yeah, op een gegeven moment. Je gaat dood, maar het gebouw moet wel alle lichtjes uit. Jij gaat wel uit je lichaam. Er gaat wel iets uit het lichaam, ja? Dat blijft leven. Dat blijft altijd door. De ziel is onbreekbaar, is eeuwig en dat gaat voorbij ons concept. ben je ook niet bang voor de dood? Concept. Absoluut niet. Absoluut niet. Ik ben niet bang, ik ben alleen maar bang om niet te leven. En dat eh, leven laat ik nu zien dat wij al die eh, problemen die we eh, tegenwoordig. Ik bedoel, we kunnen naar de uh, maan raketten schieten en naar Mars zijn we aan het denken, maar we kunnen niet gelukkig. Kracht en gezondheid voor deze wereld garanderen? Nou, nah. ja. we miss a point ja, here. Ja, ja, ja. Man, zoveel vragen. Uh, laat ik beginnen bij. De, de, als je dat verhaal schetst, uh, zo van onder dat ijs. Ben je nog wel eens bang? Mm, nee. Ja. Ik ben. Uh, ja, ben ik nog wel eens bang? Dat is een, misschien is dat een goede vraag. Uh, waar ik mee, oh, oh, op dit moment mee bezig ben. Uh, de angst zit in de amygdala. Kun je Scherder ook vragen. Uh, professor Scherder, uh, uh, heb ik ook wel eens een lezing meegedaan. Zo van de, hij eentje en ik eentje en zo. Uh, uh, ik heb geen medische achtergrond. Maar je kan het S gewoon vragen. Hè. Ik zit met de top-researchers, uh, psychiaters, professors. Ben ik nu aan de gang. En daarin laat ik zien dat we die gebieden waar die angst huisvest. En uh, uh, angst en, uh, 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 en uh, controle over jezelf, dat zit in hetzelfde gebied. Kijk, als jij niet in het gebied van de angst terecht kan, in de diepte van de hersenen, dat is het, uh, de hersenstam, als je daar bewust zou kunnen komen, dan kan jij de chemie die die angst veroorzaakt, waardoor je uh, 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 datgene wat in de toekomst gaat komen. Een blokkade is dat in dit moment, in dat gedeelte van de hersenen, als je dat niet kan schoonmaken, dan krijg je daarmee te maken in de toekomst. Ja, precies. En daarvoor hebben wij angst. Ja. Angst is dus eigenlijk een onpersoonlijk mechanisme. Dus iets van het verleden. En als wij, ja, precies. En uh, 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 daar kunnen we straks over, uh, over ja. de DNA, over de genetica, ja. kunnen we dat veranderen? Nou, daar zijn we dus ook mee bezig. Maar uh, even terug: ja, ja. angst is niet iets abstracts. Angst is chemie. En het creëert een blokkade. Het zegt: Denk aan mij, kijk naar mij, verwerk mij. Anders krijg je in de toekomst krijg je problemen. En ik weet dat al in mijn onderbewustzijn. Jij niet in je bewustzijn, je denkt dat angst iets heel raars is. Is niks raars, het is een mechanisme. Het helpt ons. Angst helpt ons te leren. Het is gewoon een raadgever. Precies, ja. Maar... Precies. En nu krijg je het. Uh, die neurologie die ervoor zorgt dat je vanuit je bewuste wil uh, uh, komt in het gebied waar angst huisvest, die chemie, die heb je nodig om die angst of die chemie te veranderen. Zodat dat klaar is, zodat je de toekomst zo angstloos in kan gaan. Maar dan is de vraag: heb jij nog wel eens angst? Dus, nee. Nee fuck, nee. Nee, ja. Uh. En uh, uh, ik daag elke professor daarin uit, of uh, dokter of neuroloog, om uh, uh, um, um het onderzoek in te uh, gaan, waarin je middels brain scans zou kunnen laten zien dat je uh, neurale. Uh, neurologische paden, neurale paden kan creëren, willens en wetens naar die gebieden toe, waardoor je de chemie ten alle tijden kan veranderen. Dat is de manier waarop wij zijn gebouwd. Maar omdat wij niet zo zijn geschoold, kunnen wij daar niet, uh, 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 hebben wij die paden niet gecreëerd. Het is net als een kleine baby. Een kleine baby is uh, kleine beentjes, is niks aan de hand. Is, uh, maar de neurologie is er nog niet. Nee. Zo hebben wij, zijn wij verkeerd geschoold en uh, waarin we niet tot de neurologische uh, uh, paden komen, die ervoor zorgen dat wij uh, bepaalde chemie, uh, die veroorzaakt wordt door situaties, die levenslessen zijn, die, uh, zijn wij zijn niet bij machten om dat te, daar dan in te gaan, daar iets aan te doen. Wij beheersen eigenlijk onze eigen hersenen niet. We zijn ongeveer gestopt bij, en wij kunnen. En, ja, uh, dat is het. Ja, en, en het systeem te dienen. Maar ben je dan, of is dat misschien niet angst? Maar ik bedoel, je bent vader, uh, dan heb je toch uh, dat, ben, je, ja, ben je toch op zijn minst bezorgd. Oh ja, maar dat ben ik ook. Ja, maar dat is, dat, ja. dat is ook wat anders dan angst. Empathie, empathie en uh, uh, ja, uh, angsten. Uh, laatst had ik. Uh, uh, ik heb ze. Ik, uh, ja, mijn, mijn oudste zoon is 36. Mijn uh, jongste is één jaar. En ja, uh, yeah. Zit, er zit wel een verschilletje in, hè? Ja. Zeg, uh, ja, ja, als het aan mij ligt. Maar daar heb je ook al... Daar zit Ik kreeg haar niet aan de telefoon. Ik kreeg haar niet aan de telefoon. En normaal is het gedrag altijd zo van... Ja, je krijgt haar in de je telefoon. 36 heb je nu. Nee, nee. Die, eh, eh, die, eh, de, de, de moeder van ja. mijn 1 ah, ja, kind. Ja, okay, ja, ja. En die kreeg niet aan de telefoon. En op een gegeven moment ging ik gekke gedachten. Blijkbaar gek. Toch ook wel. Ja. Ik ging bijna huilen. En dan... Dat draai gaat steeds verder. Naar die emotie toe. En toen kreeg ik een telefoon. Er was helemaal niks aan de hand. Maar dat is het dus uh, gewoon allemaal. Maar je hebt mensen met langdurige trauma's, mensen met langdurige blokkades, mensen met diepliggende angsten. Uh, ik, ik vertel je, wij kunnen dat totaal veranderen. De psychiatrie, we zitten aan de top, aan de, aan de voorgrond. We are pioneering in psychiatry. We, uh, wij laten zien dat geluk. Niet iets abstracts is. Gelukkig is een, 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 een zeer goede controle over je eigen dopamine-serotonine-verhoudingen. En uh, daarin heeft de depressie totaal geen kans. Nee. Als je daar die balans kan behouden, dan ja, depressie, dat is een van de grootste ziekten van de Westen op dit moment, uh, komt door ons zittende zitvleesgedrag. Uh, Plus uh, iPhones en uh, weet ik wat allemaal. Wat is het? Uh, 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 daar hebben wij nu de technieken voor gevonden die ervoor zorgen dat. En dat hebben we in brain scans in Duitsland, notabene. Ik kreeg een telefoon uit Duitsland. Wim, we found consciousness. Germans, consciousness. Hé, hey. <laughs> ja, ik maak ook grappen met Dat vinden ze allemaal geweldig. Ja, maar, die, ik zat in een ijskoken. En toen uh, uh, ging ik er bijna uit in Keulen. En uh, deed ik een de wereldkoor in het ijs staan. En, uh, en de dokter die me, zei, die, uh, die vertelde me de, daarna: uh, "Zei Wim, do you know how uh, 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 the Netherlands becomes a world champion uh, in football, in soccer? Zei uh, uh, Do you know what they do when they become a world champion in the, in soccer? En zei ja." Dan uh, 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 they turn down the the computer. Ja, precies. Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, yeah. Dus, yeah, ik maak ook grapjes ter <laughs> terug. Yeah, okay. Bedien ze wel, hoor. <laughs> yeah. Maar ik werk dus op dit moment met hun samen en dat liet zien dat in die. In Brainscans. Een van de twee beste Brainscans van de wereld. In Hannover. Uh, daar, uh, uh, die doktoren uh, die werken met ons. En eentje daarvan is zelfs een instructeur. In mijn academie geworden. En uh, uh, daarin zagen ze. Dat middels die ademhalingsoefeningen. Niet 16% van de hersenen. Uh, 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 meer bloed heeft. Nee. De chemie in de 100% van de hersenen. Totaal veranderde. Alsof ze LSD namen. Dat, dat, dat is wat wij missen. Door ons, gedr ons gedrag is onze ademhaling zo oppervlakkig geworden. Wij zijn zo non-stimulatief met de natuur bezig. Dat, onze, eh, maar een eh, dat we 25% meer... Eh, 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 ja, een soort survival ja, ja. van de hersenen, maar geen bloei. En wij kunnen dus veel meer, wij zijn veel meer dan wij denken. En dat is wat we willen laten zien. En nu zijn we bij Machten om die nieuwe paden aan te leggen. En dan is het, hoe lang duurt het voordat jij bij jouw eigen onderbewustzijn komt? Want dat is gewoon een onderdeel van de levensvragen die je krijgt in je leven. Het onderbewuste. Hey, eerst moet je overleven, je moet carrière maken enzovoort. Maar daarna heb je nog het onderbewuste. Dat onderbewuste dat is er alleen maar om, te om bewust te worden. En dus het houdt nooit op. En dat laat ook de neurologie zien. Tot aan de dood blijven die neurale paden, neurale activiteit gewoon doorgaan. Tenzij je natuurlijk fout bezig bent en, uh, en dergelijke. Maar mijn, ja, ou, mijn en, oudste die, deelnemer drugs die is. Wat bedoel je hiermee? Ja, ja maar whatever. Ja. Dat, dat uh, hoeft ook helemaal uh, niks met drugs te maken. Misschien oh, ja. met religie. Ja, ja. zo heel uh, bewustzijnsvernauwd uh, uh, bezig met uh, religie. Of, uh, ja, maar dat bedoel ik het eigenlijk net te zeggen. Zijn we niet allemaal, en uh, denk ik nog wel dat we het wat beter kunnen maken, maar ik denk dat het meer een deel van de mensen, mezelf uh, inclusief, Eigenlijk al zoveel zijn meegegaan in het systeem dat ik, me aanvra dat ik me afvraag of we het nog wel zo onder controle krijgen als jij beweert. Ja, goeie. 42 jaar. Ik zeg: uh, jongen, be begin pas. <laughs> Man, het begint pas. Oké. Okay. En uh, la laten we er iets uh, moois van maken. En uh, gewoon zeker, zeker, het zeker. nieuwe domein van de power of the mind ingaan. Ja. En we zijn, ik heb het pas laten zien. Stel, middels je geest alleen bij macht te zijn om koude stress. Koude stress is uiteindelijk celbiologische stress. Ja? Cel, biologische stress heb je. Kan door emotie, emotionele stress, mentale stress, biologische stress, eh, bacteriële stress. Allemaal stress, stress, stress. Allemaal leuke naampjes. Uiteindelijk komt het op de cel neer. En daar wordt die stress afgeleverd. En die cel moet het dan gaan verwerken. En ja? dat is de truc eigenlijk. En dat beïnvloeden is wat wij doen. Precies. Wij laten zien dat wij tot veel meer toe uh, in staat zijn dieper in de hersenen terecht te kunnen komen, dieper in de fysiologie terecht te komen, dan tot nu toe wetenschappelijk is vastgelegd. Maar ik denk, en natuurlijk moeten mensen dan vooral eventjes de Wim Hof Methode website en app checken, maar toch eventjes uh, even los van, van de ademhalingsoefening, of ook wel een beetje ermee. Ik, bedoel, ik denk dat er veel mensen nu zitten te kijken en te luisteren en denken, ja, maar wacht eens even, ik wil dat ook raken. Ik wil, ik wil de, de, de power of my mind hebben. Wat, wat, wat zijn wat tips en tricks van Wim Hof? Tips en uh, 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 weet dat jij bij machten bent. Dat jij geboren bent met de uh, uh, met gereedschappen, de instrumenten, met, je, uh, met, je, met, de me, uh, met het medium, je lichaam en je eigen geest. Die in staat zijn om je eigen geluk, kracht en gezondheid in balans te houden. Uh, daar controle over te hebben in ten alle En Ook een stuk geloof daarin. Uh, uh, geloof is een neurale activiteit. Als jij, als jij gelooft dat je het niet kan, dan nee, nou, nou, nou gaat dat wel gebeuren. Geloof je dat je het wel kan, dan gebeurt het wel. Wat is dat? Dat is geen placebo. Dat is gewoon de neurologische spier die je net als andere spieren gewoon kan trainen. Dat is echt. Dat is mooi dat je zegt. Dat is de basis van Kookaroo. Zo ben ik hiermee begonnen omdat ik er gewoon op cool. kwam van, hé, hey, je kan alles trainen en dus ook. De mind. Oh ja, en dan zijn voor mij. Ik heb een missie. Ik wil iedereen de non-dogmatische keuze geven. Ja, non-dogmatic choice, een non-dogmatische keuze en geven van jij kan gelukkig, krachtig en gezond worden, zijn, blijven en dat ook weer doorgeven aan andere mensen. Elke dag een koude douche. Ja, uh, uh, ja, nou, hey, hey, uh, cold shower a day keeps the doctor away, zeg ik maar altijd. Jij, uh, ja, jij bent natuurlijk. Uh, heb je het nog wel eens koud? Ja, ja, ik krijg het wel eens koud. Ja? ja oké, okay, ja. En ik vind een hete douche vind ik heerlijk. Oh nee, oké. Okay. Oh, nee, yeah. ik, 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 ik geloof dat jij juist heel erg bent van meteen koud. Ja, ik vind het juist wel lekker om mezelf een beetje te treiteren door eerst normaal te douchen. En dan weet ik gewoon de laatste twee minuten. Moet, ja, ik weet niet of twee minuten lang genoeg is. Maar ja, ja, nou, de... zo lang duurt mijn tandenborstel erover. Dus dat is precies voor mij dat ik nou, dat het uh, lijkt me een hele goede. Zo, zo lang vragen wij de mensen of trainen wij de mensen in één dag. Om twee minuten in ijswater te kunnen. Maar het is grappig hoe het werkt. Want ik weet dat ik in het begin, ik werd helemaal gek. En ja. ik, ik denk dat ik nog geen 30 seconden volhaal. Nu denk ik, kan hier niet kouden. Ja, ja. Dat dat toch? Nou ja, je went er wel enigszins aan. Wij zijn, wij zijn zoogdieren uiteindelijk. En eh, we hebben een, 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 ons bloedvatensysteem. Dat is tweeënhalve keer de wereld rond. Hè? Nee, het zit in uh, iedereen uh -huh. van, oh, uh, uh, van ons. En uh, daar zitten capillaren met uh, reflexen en spiertjes. Miljoenen kleine spiertjes. Door in die kou te gaan, krijg je dat je spiertjes gaat uh, ontwikkelen, die worden sterker. Uh, met dat uh, wordt de reactie op koude en warmte uh, die wordt een stuk beter, waardoor de weerstand niet meer omlaag gaat. Niet alleen uh, uh, wat er gebeurt op dat moment is dat uh, uh, de hartslag uh, die, uh, het hart wordt meegeholpen met de bloeddoorstroming. Waardoor niet alleen het bloed veel beter bij de cellen komt. Uh, qua voeding, mineralen, uh, vitamine, uh, zuurstof. en alles wat er nog meer is daarin. in het bloed. Uh, hartslag gaat met 20, 30 uh, slagen per minuut. 24 uur per dag omlaag. Dat betekent stress is plotseling weg. Mm. Maar zou je, uh, los van die koude douche. ook uh, elke dag. doe jij elke dag zelf je eigen methode? Ik zeg het even in een korte... Ah, ik doe noten, nog dus gekkere mee. dingen. Ja, dat begrijp ik. Maar je doet het minimaal dat... Ja, 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 nee, absoluut de basis is Nogmaals, daar mensen helemaal. mensen moeten het zelf gaan checken. Want ik kan het maar even, als je zit te luisteren, ik denk, ja, maar wat is het dan? Zoek het later op. Maar het komt erop neer dat je, uh, is het dertig keer? Ja, ja, ja de, uh, totdat 30 je... dertig uh, keer ja. heel, zoveel mogelijk zuurstof inademt. Heel diep in, laten gaan. Dus, heel diep in, laten gaan. Heel diep in. En gewoon alleen maar aan je ademhaling denken. Ja. Daar zijn. Dat betekent dat je niet ergens anders bent. Je bent bij je ademhaling. Met dat ga je uh, verander je je chemie. Binnen 30 keer verander je absoluut je chemie. Uh, op celniveau. Overal in je lichaam. En dan komt de, wat ik echt uh, ja, bijna angstaanjagend fijn kan vinden. Dan komt het moment dat je je adem inhoudt. Ja, je, het laatste adem. Vol ja. dan laat je hem gaan en dan stop je. Je stopt na de uh, uh, uitademing en dan de, uh, zal je zien of je nou uh, uh, 40 of 30 of 20 of 80 jaar bent. Dat je zo bij. Ik je, je, je neem niet nog een keer een hap luchten voor het. Nee. Oh, god, ik doe mijn fout aan. Oh, ja, dan moet je dit uh, gaan zien. En de volgende keer dat wij elkaar spreken. Of als je het we nou doet. We gaan het zo doen. We gaan ja. hem zo doen. Maar dat, doen we dat je twee, drie kunt. minuten zonder ja. lucht in je hoe longen jij, uh, aanwezig. Hoe lang kan jij zonder... Het gaat niet om de lengte. Het gaat om een natuurlijk vermogen wat, waarover iedereen beschikt, ja. onmiddels gerichte, specifieke ademhalingstechnieken tot verandering van de chemie gaat komen. Het is geen wedstrijdje. Het beste in jezelf is te uh, 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 worden de alchemist in jezelf. Jij die de chemie kan veranderen. Dat is wat ik beoog. En dat kan soms één minuut zijn, soms vier minuten, soms drie minuten. Het maakt niet uit. Heb je hier van tevoren, want nogmaals, dit is wat, wat op andere manieren in, in, in oude literatuur en zo ook nog wel terugkomt. Kwam je hier dingen over tegen? Of hoe, hoe, uh... Ik heb alles gelezen ja. qua esoterische disciplines. Ik heb ja. ook alles uh, gedaan. Voordat ik al 17 was, toen ik 12 was, was ik al bezig met psychologie. Met uh, meditatie, boeddhisme, hindoeïsme, uh, met soefisme. Weet ik wat allemaal. En ik deed het ook nog eens. Maar het koude water op mijn 17e, de eerste keer dat ik daarin ging. Toen wist ik, ja, dit is het. Ja. Dit bracht me in één keer in die diepe connectie met mezelf, met eigen fysiologie. wat verder gaat dan het denken. Want. Wat op dat moment gebeurt, je gaat overleven. Ja, wat geactiveerd wordt op dat moment is de brainstam, de hersenstam. En dat is het diepst gelegen gedeelte van de hersenen. Nou, daar heb ik geleerd naartoe te gaan nu op een bewuste manier. Op een gegeven moment leer je wel met die kou omgaan ja. en met die uh, hypoxietoestanden uh, uh, van ademhalingsoefeningen. En daardoor gaan die neurale paden plotseling daar naartoe. Hey, en als je in het diepste van je hersenen kan. Waar kan je dan niet? Dan kan je alles, wil je zeggen. Yes. Maar jij bent vanaf je zeventiende, dus hier al mee bezig. Jij bent, dat weten we allemaal, gewoon één grote brok kracht en positiviteit. En ja, dat vind ik dan zo heftig aan jouw levensverhaal. En ik weet wel dat het later ook wel een soort kracht heeft gegeven. Maar uh, jouw eerste vrouw pleegt zelfmoord. Olaya, die springt van een dak af. heeft nog wel contact met, jou, met jullie kinderen. Ja. Niet met jou. En ik denk dan, hoe kan het? Hoe kan dat? Ja, voordat ze dat deed, heeft ze de kinderen, waarvan één hier aanwezig is, nog vaarwel uh, 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 gekust. Als kleine kinderen, uh, zoals ze waren. En uh, ik uh, was werkzaam op dat moment in de, in de bergen om geld te verdienen. En uh, ja, dat gebeurde. Een andere dag was ik daar natuurlijk. En, uh, ja, uh, ik zag dat, uh, dat, dat ze uh, de, in haar gezicht, de, in haar uh, lijkwaarde, de, uh, zijnde, uh, zag ik de rust terug. Want uh, zij leed aan uh, schizofrenie. Zo, uh, ze had uh, acht persoonlijkheden of zo en... Uh, het uh, uh, was, uh, was een manisch depressief. Tijdens, dat was niet. Uh, het is begin van jullie relatie. Denk ik. Nee, 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 nee. Later is dat naar binnen gekomen. En uh, dat is een hele zware tol. Heeft dat geëist. Al jaren daarvoor. En uh, dat is gewoon een terreur. En uh, een hele mooie vrouw. Heel levenslustig. En dan plotseling zo manisch depressief. Uh, uh, helemaal uh, naar binnen geslagen. Een neurologische. Uh, uh, neurological disorder. Dat is wat ze nou zeggen. Toen is eigenlijk die mijn wereld uh, zakte in één keer in elkaar en mijn hart werd gebroken. En, maar je moet toch verder, want je hebt vier kinderen met haar. En uh, uh, ik had geen geld. Ik woonde hier in Amsterdam. En, uh, 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 ja, uh, amper geld, uh, uitkering. Uh, uh, of een uitkering. Daar gingen we trots mee om. Uh, 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 en vier kinderen. Ik uh, 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 deed uh, wat, wat mij bij Machten was. Da op dat moment begon ik heel bewust uh, met uh, het koude water weer oppakken. Groter en sterker. Waarom? Op het moment dat je het koude water ingaat, ijswater, denk je niet. Je bent aan het overleven, je bent er gewoon. Ja. En dat stilde mijn gebroken hart. Die allemaal zorgen maakt. Je met zorgen voor de, mijn de, kinderen. Het, de, het, het verdriet, de emotie. Kou is emotie. Hitte is emotie. Eh, 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 een gebroken hart veroorzaakt een diepe gebroken emotie. Dat is energieën. Die altijd één eh, is geweest met een persoon. Die energieën plotseling die zijn aan het lijden. Want eh, eh, het is er niet. Die aanvoer, uh, afvoer is er niet. Dat is een gebroken hart. En dat is neurologie. Dat uh, vertolkt zich in de hersenen. En daardoor uh, ja, uh, 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 krijg je een imbalans in de serotonine, dopamine, uh, depre uh, depressie. Nou, wat deed ik? ik ging gewoon op een. Uh, want ik moest overleven uh, voor mijn kinderen. Ja, ja. Gewoon er zijn. Ja. En uh, er is uh, geen vraag bij. En, en de maatschappij gaat verder Bam, als een trein. Dus die, uh, uh, you, you catch uh, the train or you are lost in the station. En dan uh, zoek het maar uit. Zoiets. So ja, daar zat ik. En uh, uh, mijn kinderen hebben me doen laten overleven. De koude heeft me geheeld. En uh, door, uh, doordat ik in die kou uh, zo niet hoefde na te denken, kon ik uh, heel diep weer mezelf even tot... Rust brengen. Even die rust voelen. Even de energie laten komen. Even eh, niet dat verdriet voelen. Denken. De, de band werd even gebroken. En dat deed ik dus elke dag. En nu, Giel, uh, ben ik zover dat ik in de top van de psychiatri uh, psychiatrie zit. Want toen was ik onmachtig. Toen waren de psychiaters onmachtig. Alleen maar pillen en injecties. En, de, ja. en het hielp helemaal niets. En nu ben ik zover. That i uh, 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 in, uh, in the spearhead of pioneering science in psychiatry. The uh, people, Anton, the psychiatrists, what to do and what they now say. in the brain scans, yeah. what I aantoon is uh, we have now the compelling evidence of the key components of the autonomous processes in the brain related to mood regulation. Mood regulation, dat is emotie. En uh, ja. dat was autonom. autonoom. Autonoom ah, buiten me, je macht. Ik bedoel, ja, dat is, bedoel, uiteindelijk heeft het je kracht gegeven. En deel je dit nu met de wereld, dus is het goed. Maar ik kan me toch niet aan de indruk dat je af en toe denkt: had ik deze fucking kennis maar gewoon eerder gehad. Ja, dat... Want dan had je je eigen vrouw ermee kunnen helpen. Ja, ja, ja. Het, ik, ik denk dat mijn, uh, 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 oorspronkelijk mijn moeder uh, daarvoor gezorgd heeft dat ik een. Kijk, ieder mens heeft eigenlijk een missie op deze wereld. En ik ben een missionaris geworden tijdens mijn, mijn geboorte. Namelijk, mijn moeder, uh, 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 ik ben een van de tweeling, maar ah ja. toen de tijd, in 1959, uh, was er nog uh, uh, yeah, geen echo's en dit en dat. De ze wisten niet dat er een tweeling kwam. En ik zat te diep uh, daar binnenin. En ze had al eentje uh, gebaard. en dat was mijn broer. En weer teruggebracht van het is klaar. Oh Dit is een beetje nageboorte. Begonnen met je adem-inhouden, eigenlijk. Ja. 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 Nee, letterlijk. Man. Letterlijk ben ik paars in de, in de koude hal ben ik geboren. En met de woorden van mijn moeder. Oh God, laat dat kind leven. Ik zal zorgen dat hij een missionaris wordt. Zij was een katholieke, naïeve moeder, maar. Als een katholieke, naïeve moeder uh, zoiets zegt. dan, uh, dan, dan, dan grieft dat in de ziel. Ja. Als een ta uh, tattoo. En dat heeft mij uh, altijd anders gemaakt dan mijn tweelingbroer. Ja. Zo is dat gegroeid. Ik ben altijd op zoek gegaan naar esoterie, naar mm -hmm. uh, het onbekende. Ik wist niet, uh, want ik had het al, dat trauma meegemaakt tijdens die geboorte, ja. maar niet bewust. Nee. Ik was gewoon een hulpeloos, klein paars je hebt dingetje. heb dit later pas gehoord, natuurlijk. Zo, ja. En later een uh, soort regressie ben ik ingegaan, uh, door, omdat er, ja, er knaagde iets daarbinnen en ik wilde weten wat dat was. En, en, en toen kwam ik die kou tegen en toen wist ik, this is it. En toen wist ik nog steeds niet dat dat relateerde daarmee. Maar later heb ik met mijn moeder, heb ik dat helemaal in geuren en kleuren terug weten te verhalen. Mm. En ik was uh, 48, 49. 49 in New York, had ik net een, een, een wereldrecord gedaan. In front of the Rubin Museum of Himalayan Art. Om de inauguratie van het seizoen van, voor dat museum. En daar zou ik uh, anderhalf uur ongeveer in het uh, ijs gaan staan in januari buiten voor het museum. Had ik gedaan. Allemaal glansrijk. Twintig uh, uh, camerateams. Want ja, uh, als er iets... Ik zag mezelf in de... Uh, de Man was er bezig, ja. Ik zag mezelf in de... Hoe heet uh, die... Dat grote scherm daar. Uh, uh, Times Square. Ja, ja. Times Square. Yeah, so, okay. hey, ik zei... Fuck, and that's me, man. Ik, hey, ik, 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 ik zat het nieuwste avond. Yeah. Dat was geweldig. Maar die andere dag ging ik naar uh, uh, een, uh, een biochemisch instituut om getest te worden... In 2020, uh, documentary, uh, uh, Medical Mysteries. Onderdeel daarvan. Mocht niet gefilmd worden daar binnenin. Maar we hebben het daar gedaan met de autoriteit op het gebied van... Uh, 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 een van de autoriteiten uh, uh, die zorgt voor de chirurgie. Uh, voor de Nobelprijswinnaars. Nou, daar ben ik naartoe gegaan, dokter Kevin Tracy. Ik heb daar uh, op een bank gelegen... Uh, met een infuus bloedafvoer. Uh, uh, en, en long- en hartmeter. En ze hebben drie machines gebruikt. Omdat ik, be uh, ik begon met uh, ademhalingsoefeningen te doen. En dat zorgde ervoor dat je na twee minuten. een flatline kreeg. Dat je dood bent. En, dus, en dat wisten zij niet. Dus kwamen ze steeds een nieuwe machine brengen. En, uh, maar dat bloed werd constant afgenomen. Ja. En ik heb dat anderhalf uur gedaan. En uh, bij de derde machine was ik helemaal op drift. En toen, uh, een week later, kregen we die bloed. Resultaten wat zij wilden aantonen was dat de nervus vagus, de 12e zenuwen, die heel veel van onze organen bestuurt, maar autonoom is, maar ook direct verbonden is. Als je die zou kunnen beheersen, dan uh, beheers je eigenlijk datgene wat inflammatie veroorzaakt. Ontsteking, ja. Ontsteking ja. oftewel de oorsprong. Uh, 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 van ziekte. En ze wilden zien of ik dat misschien wel... na al die onderzoeken op mensen... met datzelfde onderzoek, hetzelfde experimentmodel... waarin het niet werd aangetoond. Misschien kan die Iceman, die zo'n raar iemand is... misschien kijken wat die kan. Een week later kreeg ik telefoon. Weet ik van Dr. Ken Kamler, autoriteit in Amerika... In USA ook de expeditiearts voor alle uh, expedities naar de Mount Everest en de K2. Uh, hij zat ook in de Krakenaal. Kun je nagaan. Hij was daarover, hij is een autoriteit, uh, going into the extreme. Ik heb met hem de later, we zijn vrienden geworden. Ik, ik, ik liet nog gekkere dingen zien waarvan fysiologisch gedacht dat kan niet. Maar op dat moment belde hij mij met de resultaten. Hij zei: Wim, if you are able to reproduce what you have uh, 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 resulted into, then that means huge consequences for human mankind. Nou... En uh, 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 hij zei dus: als je dit kan reproduceren, ja, ja. betekent er enorme gevolgen voor de mensheid. Nou, toen, op dat moment, is bewust: mijn missionaris zijn uh, uh, on on ontwaakt. Een ja. half uur later kreeg ik nog een telefoon. Uh, want ik wist dat ik dat kon reproduceren voor naar mensen toe, geef mij maar een groep mensen, dat We hebben ondertussen gedaan met de draadboud. Maar drie jaar later, want zij, ja. dat instituut was heel sterk verbonden met de farmacie. Dus dat ja. <laughs> wilden ze uiteindelijk niet. Dubbel, ja. <hijntu> je wilt het niet weten wat voor een achter de coulissen wat er allemaal gebeurt. Ja. Maar geld is geld enzovoorts. Maar het Radboud heeft die ban gebroken. Niet alleen half uur later, dat telefoontje van dokter Ken Kamelen, die vertelde, huge consequences for human mankind, uh, uh, kreeg ik een telefoontje, uh, uh, je moeder is dood. Shit. de taak was volbracht. CEO, ja. Hoe zie je, en je praat er een beetje overheen en ik snap het ook omdat het een fucking uh, gevoelig ding is. Maar hoe zie je dat dan met je vrouw? Want, want, want was dat ook nog nodig? Uh, om... Ja, uh, blij, uh, nou ja, wat, wat er op dit moment gebeurt in, in de wereld, dat is ook God vergeten. Ja? Alle oorlogen die er zijn, uh, omdat uh, militaire lobby's en macht, uh, hebben. mensen hebben geen macht over zichzelf. Wat ik wil laten zien is dat geluk, kracht en gezondheid, dat dat aangeboren is. Dat iedereen dat heeft. Nou, als, je, als jij gelukkig bent, ga je geen oorlog maken. Dan heb je geen macht nodig. Macht is... Uh, berustend op hoeveel auto's heb je? Hoeveel uh, expansie kan je ingaan? Ja. Hoeveel, hoe groot is je gebied? En uh, dat moet je allemaal vol. Waarom? Omdat je niet gelukkig bent. Omdat je zo niet geschoold bent. Omdat we in een maatschappij leven die fundamenteel uh, op machtprincipes uh, 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 is berust. Dat is wat we geleerd is hebben. Dat is wat we geleerd. En daarom hebben we maar 16% van onze hersenen in, con, onder controle. Ja. En wat ik zeg, 100% is daar om ons te dienen. Ja. De evolutie heeft ons echt niet een klomp vlees uh, meegegeven. die maar uh, ten dele gaat werken. Maar denk je nog vaker aan haar? Um, uh, uh, elke dag. Elke dag. Ik zie mijn, uh, mijn, mijn dochter hier. Ja. Uh, uh, die, die lijkt uh, be best wel op haar. Uh, uh, ook qua karakter. Ook uh, uh, qua mij. Uh, de, maar, uh, uh, nee, maar wat ik wil brengen. Uh, we zijn. We zijn, ik ja, bedoel, ik ga ook op een gegeven moment dood. Nog lang niet, maar. het hey, maakt me echt helemaal. Het maakt je niks uit. Niets uit. Ik, ik ga net zo lang door dat iedereen gelukkig, krachtig en gezond in keuze is ja. voor een ieder. Want uiteindelijk. En dat is wat ik haar wil brengen, want zij is, zij is er nog steeds. Ja, ja, zo bedoel ja, ik. Hij, hij is er niet alleen zo steeds. Ik, 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 ik haalde twee van die grote rotsen van vijf ton. Eentje 4,5 ton, andere 5,5 ton. En dat zijn de grote basalt-rotsen, zijn dat. En ik zeg, zet die maar rechtop. Dat vind ik mooier. En toen werd die rechtop gezet. En het lijkt net Maria. Het lijkt een Guardian Angel. Dat is zij. Mooi. Mooi, mooi, mooi. Heel erg mooi. En ook mooi hoe je, nou ja, eigenlijk, noem het verlichting of niet. Maar eigenlijk, die drie dingen, dat is wat je zegt, hè? Dat, dat is gewoon. Ja. Wat, wat het verlichting, ja, nou, verlichting, inderdaad. Het zenuwstelsel, elektriciteitsnet in ons, heet het uh, zenuwstelsel. Wij kunnen het autonome zenuwstelsel wel degelijk beïnvloeden en besturen. D dat verbonden is met het so-called unconsciousness, of uh, hoe heet het? Subconsciousness, het onderbewustzijn. Uh, het onderbewustzijn. Ja. Nou, dat is dus een fabel geworden. Ja. Ja, jongen, het is echt... Het uh, dit, dit is, dit is, dit, dit is zo... Maar ja, we zijn zo geïndoctrineerd met denken in plaats van met voelen. En dat is natuurlijk, uh, nou ja, uh, wat jij met die kou en met meer dingen hebt gedaan, gewoon voelen. Ja, pure energie in kunnen gaan. Kijk, uh, het principe van meditatie is dat je uh, 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 repeteert gebruik je mantra's voor zo. Uh. En dan eh, zegt dat die de denkende eh, mechanisme van onze brein... die zegt dan, er is geen gevaar. Want ik zie dat dingetje en dat komt elke keer weer terug. Dus Fact. dan gaat die bloeddruk, die bloeddruk eh, die in die gebieden zit... die voor alertheid nodig is. Hé, hey, misschien is er wel gevaar. Misschien is dit er. En je moet daar op letten. En je moet dit er. Dat is allemaal influx en dat eh, kost heel veel... Uh, bloeddruk. Uh, die bloeddruk. Die bloeddruk gaat dan omlaag, omdat het niet nodig is op dat, uh, voor de neurale activiteit. Dat is meditaties waardoor het limbische systeem, wat voorbij dat denkend brein in onze hersenen zit, dat, uh, dat gaat opleven. En dan voel je je plotseling tijdloos en je voelt je uh, lekker. Ja. Net, dit zouden we eigenlijk elk moment van de dag moeten beleven. Ik wilde met je hebben over seks. Oh, ja, yeah. dat oh, is een. Uh... Ja, nee, maar ook omdat ik het een moeilijke vind in yeah. deze. Omdat het aan de ene kant iets heel natuurlijks is. Je hebt het net over eigenlijk <laughs> allemaal dingen die hier wel mee te maken hebben. Het is heel instinctief. Maar ik weet niet, ben je bekend met uh, de NoFAP-beweging? Oh. Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden namelijk. Maar, uh, hell. Wat Pak nou? Wat die gasten beweren, laat ik yeah. het zo maar even zeggen. Yeah. Is uh, oké, okay, wij zijn in een, in een maatschappij. Of maar... geen kindjes meer maken of zo. Nee, 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 oh, nee. 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 Uh, niet meer uh, aftrekken. <laughs> Omdat hè, we zijn geïndoctrineerd door seks. Je ziet het overal. Porno ligt op de hoek. Uh, weet je, dat, in, 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 in een minuutje ja, zie je meer vrouwen dan je voorouders uh, in hun hele leven. Ja, ja. Ja, ja. Uh, dus zij zeggen, hè, het zaad is kostbaar. Uh, dat zit een soort levenskracht maar in. Maar ik heb zoveel zaad, man. Nou ja, nou maar dat, hoe, hoe ga je daarmee om? Kan jij, kan jij zeg maar, want dat is wel een soort energie. Dus ja, ja, kan, je ja. dat, kan je dat uh, gebruiken voor ja, ik, andere ik, ik, ik Hoe ik, doe ik, jij dat? Ik, ik, uh, ik werk wel eens met, uh, uh, en veel gewerkt eigenlijk ook, met uh, professor Kapel. Hij is een biochemicus. Nou, die vertelt uh, één ding. Uh, uh, die heeft het dus nader bezocht, uh, uh, bekeken allemaal, onder de loep. Ja. Uh, 40 jaar ervaring binnen de biochemie. Dus ook het DNA en de ge genoom, gen-expressie. Gen uh, ja, ja. Eentje daarvan is viriliteit. Ja, Viagra enzovoorts, dat is omdat dat die uh, uh, genexpressie expressie uh, uh, die staat op slot. Er zit een proteïne op en, uh, en dan kan je niet eens losmaken enzovoort. Nou, ik weet heel goed hoe je die moet losmaken. Ik weet heel goed hoe je daar in moet. Buiten dat heb ik nog een tip voor mensen. Kijk, als je de liefde hebt bedreven en je voelt dat gaat allemaal omlaag, gaat, die hormonen en alles wat veroorzaakt dat die sperma toevoer geblokkeerd is, dat duurt langer enzovoort. Nou, ga maar even twaalf minuten met elkaar die ademhalingsoefeningen. In. Dan heb jij weer zin als een geile beer. En ja, dat is toch leuk? En eh, buiten dat, eh, de, we, we, we hebben nog eh, eh, maffere dingen. Ik, een anekdote. Ik ben in Melbourne. ben met een uh, retraite bezig met uh, mensen uit uh, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan. En die, ja, die komen dan daar om te leren. En, en ik, ik vraag iedereen uh, even op te staan. Uh, stel je even jezelf voor. En, der, der. en de laatste die opstaat, dat is een, een therapeut uit uh, Nieuw-Zeeland. En uh, 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 en yeah. ja, ik weet niet of ik dat allemaal mag zeggen, maar ja, dat doe ik toch maar. Yeah, fuck this is church. Uh, oh. hey, so, uh, uh, Wat die allemaal gedaan hebben. No. No. Uh, 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 die, die staat op, die therapeut, fysiotherapeut uit uh, Nieuw-Zeeland, uh, Nigel. En uh, uh, die zegt, uh, Wim, you impregnated my wife. And I come from New Zealand. Ik zei, I, I live in the Netherlands, New Zealand. I know mine one is very big. But <laughs> so big! <laughs> uh, that was the fun, huh? uh, Waar het om gaat is. De inflammatie die ervoor zorgde dat zijn vrouw geen kinderen kon krijgen, omdat die uterusinfecties veroorzaakt worden en waar wij als mens niets tegen kunnen doen, dat gebeurt door de maatschappij, de neurologie, de stress enzovoorts, wordt oxidatief en dan krijg je dat je infecties krijgt en dat houdt je niet tegen en dan krijg je buitenbaarmoedelijkheid. en al dat soort dingen heb je helemaal niet in de hand. En uh, hij is die ademhalingsoefeningen met haar ja, gaan doen. Dat ik al, ja. en, uh, en een maand later gingen, zouden ze gaan voor in vitro fertilisatie. Dat is hormonaal, ze kuren dit. He allemaal heel moeilijk en heel zwaar. En uh, toen zei de doodganger... Why are you here? You are, already, but you are pregnant already for two weeks. Ja, dat geloof ik gelijk. Ja, al dat soort seksuele problemen ja. van mensen. En, en, en feminisme. Het, ik noem het meer humanisme, naturalisme. We moeten weer terug naar onze oorspronkelijke natuur, die in elk van ons aanwezig is. Die uiteindelijk uh, 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 komt uit de, uh, de bron van geluk. Kracht en gezondheid. En niet zoveel nadenken. Gewoon dat voelen. Dan ben je er zonder meer. Liefde. En ja, eigenlijk. Dat heet liefde. Ja, precies. Un uh, uh, unconditional love. Kan je dat voelen? Dat is pure meditatie. Pure meditatie. En dat zouden we de hele dag moeten kunnen voelen. En een maatschappij en een systemen die dat niet veroorzaken. Wow. Die veroorzaken spanningen. Want dan ga je ja, tegen toch de toch natuur van wie we zijn. Ja. Ga je da da dan ga je daar tegen. En nu is onze power... of uh, onze... Uh, our mind... Uh, onze, onze, de kracht van onze geest... die is nu zover, neurologisch gezien... want echt waar... dit is tien keer meer neurale activiteit... dan in de middeleeuwen... in ons hoofdje. Allemaal die indrukken. Yes. Uh, ja, ja, tien keer meer. Dat betekent tien keer meer neurale druk... En daar leren we wel mee omgaan, maar het is eigenlijk achter de feiten aan. Eh, wat, er, wat er nou is, dat als wij bij machten zijn om de chemie in de hersenen te veranderen, willens en wetens, hè, bewust, dan kunnen we nieuwe neurale paden gaan aanleggen met de diepste gedeeltes van de hersenen. En welk ander dan niet, om eh, tot eh, controle te komen, die uiteindelijk leidt tot één ding. Wie wil er nou niet gelukkig zijn? Precies. En we gaan dat gewoon op school leren. Yes! Ja, nee, dat ik ja ook. Daar, daar begint het. Hoe, uh, want het is best wel aan de hand. Het is heel erg aan de hand. Uh, ik zei eerder al, je bent uh, in het buitenland bijna bekender dan hier. En, en nou ja, dit he het heeft blijkbaar tijd nodig. Hè, voordat het in alle lagen... Maar je ziet bijvoorbeeld wel... Ik weet niet of je hier in Amsterdam... En ik geloof dat je in de rest van Nederland... Heb je bijvoorbeeld heel erg freeze-lab. Ik weet niet of je dat kent. Dat is dan... Het gaat veel meer over... Het gaat ook wel een beetje over stress. Maar ook over afvallen. Zodat je gewoon echt in een, in een koude cabine... Ja. Ken je dat? Oh ja, we hebben het zo, hoe heet uh, cryo-kamers. Uh, uh, cryo ik heb het nooit gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Min 100. Ja, ja, ja. Maar dat is, ja, het, en het kost veel geld. Ja. En uh, als je gewoon het koude water in gaat, heb je hetzelfde hoor. Oké, okay, top. En het werkt eigenlijk be beter, want uh, kou... Eh, via het water gaat 25 keer sneller. Eh, werkt dat eh, op onze fysiologie. dan die stikstof of zo. Ja. Uh, ja. Oké, okay, ik heb je ook gevraagd. Ik weet niet of je eraan gedacht hebt. Om, om drie boeken te noemen. die op jou indruk gemaakt hebben. Ah, ja. Ik vind het leuk om een soort boekenkast samen te stellen. van al mijn gasten. met inspirerende boeken. Nou, heb jij fucking veel gelezen? Uh, ja. uh, uh, nou, het was vroeger. Uh, zeker weten met Stip uh, Siddharta. Okay. En zie je daar, op een gegeven moment komt hij in een, in, een, in een boot en dan hoort hij iemand zingen. De, de man die de boot begeleidt en afsteekt op de bodem en dan zo voortdrijft als een, een gondola in Venetië. En hij zit daar zelf in. Hij is zijn jonger ik en hij ziet zijn oudere ik. En, en de man die zingt, volwassener, dieper, mooier eigenlijk. Hij is geïntrigeerd, maar hij weet nog steeds niet wie dat is. Tot op een bepaald moment dat hij ziet, dat ben ik. En die twee, dat ben ik nu. Dus als ze mij wel eens vragen van... Uh, uh, Wim, uh, wat zou jij zeggen tegen uh, uh, je 18-jarige alter ego van, ja. van toen? Ik zeg, yeah, just keep at it, man. Keep at it. Lekker Go. Bezig, ja. Gewoon doorgaan. Okay. doorgaan. Goed boek. Dat okay. is een, uh, boek ja? één. Ja? Boek twee. Uh, Patanjali. De yogasutras uh, van Patanjali. Yoga Sutras. Ja, de Yoga Sutras van Patanjali. Die hebben me, eh, er is zoveel speculatie, zoveel geblabla, uh, zoveel abstracte uh, uh, gulul uh, in het uh, Roma hinein. Maar zijn het verhalen of zijn het oefeningen? Dat zijn, uh, zijn verzen. Oké. Okay. Verzen. En het begint met. Uh, de, als je vers 1 kent, dan ken je de rest. Hoef je niet te eens te lezen. En dat is een, een lijvig boek. Top. En vers 1 gaat zo. Atayoga anusasanam yoga, anu yoga chittavariti nero daha, tadadras toha vastanam. Oftewel, dit is een uitleg, uiteenzetting over yoga. Yoga is het stilzetten van de modificaties van het denkende brein. Dan verkeert de zinner in zichzelf. Dat is, als je dat begrijpt, dan hoef je de rest niet te lezen. Oké. Okay. Nou. Boek 3. En daar begreep ik dus helemaal geen hol van. O. Dus ik ging o. gewoon dat hele boek lezen. En dat, en dat was super. Oh, ja. Ondertussen ken ik heel veel van die sutra's en van die mantra's helemaal ja. uit mijn hoofd. Ik heb zo mijn Sanskriet uh, 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 bijgespijkerd en uh, geleerd. Boek, uh, boek nummer 3. Dat was. Uh, ten, uh, 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 ik was bezig met een boek. En dat gebaseerd op uh, wetenschap. En, uh, samen ge uh, gedaan met uh, Koen Koud kunstje heet het, maar koud kunstje. Oh ja, met Koen. Ja, ja, ja. ja met, met Koen. En uh, uh, hij kwam mij vertellen in Polen en toen het boek nog niet uh, klaar was uh, in het geheel, maar dat hij gesproken had met uh, professor Capel, uh, uh, Pierre Capel, uh, biochemicus. Uh, uh, nou ja, de, een, een autoriteit op het ja. gebied. Uh, voor hij mij. Ook heeft aangekondigd dat, dat je DNA daarin echt veranderd. Precies. Ja, ja. En dat. Uh, uh, die uiteenzetting kwam op dat moment daar in Polen. Ik moest daarvan huilen, want uh, je krijgt dan erkenning. Ja, voor waar je altijd in geloofd hebt, uh, uh, dan plotseling krijgt het een, in, een, een spiegeling vanuit iemand anders. Die me dan hafijn uitlegt hoe wij het DNA wel degelijk Klopt. diepgaand kunnen beïnvloeden. En met dat... Hey, uh, DNA uiteindelijk, wij zijn genetisch bepaald door onze voorouders. Komen we terug op die uh, naïeve indianen en de uh, oorspronkelijke bewoners. Die, uh, I bless your seven generations before and seven uh, generations after. Wij zijn wel degelijk bij machten nu. Uh, uh, en dat hebben we wetenschappelijk uh, aangetoond. Om dat DNA uh, uh, wat verbonden is met genetische. Uh, uh, achtergrond uh, uit het verleden. en uh, wat uh, consequenties heeft. naar de toekomst. om dat ingrijpend. Uh, oplossend te veranderen. Dat heet nu epigenetica. Maar wij gaan, uh, we zijn nu bezig met die studies. in Amerika. om te laten zien uh, dat het nog veel verder gaat. Ik ben er een hoop dingen bezig, Wim. En, en ik moet zeggen, je moet gewoon vaker langskomen. want ik heb nog honderdduizend dingen die ik wil bespreken. Uh, maar wat zit er aan te komen? Heb je uh, zelf nog. Of is, of is je kick nu eigenlijk met name het verspreiden van het woord? Want euh, relatief gezien euh, heb je al een aantal jaren geen wereldrecord er op je naam gezet. Maar misschien wil je. Juist... Ja, maar dat is niet meer nodig. Nee, uh, maar volgend jaar maar wil ik hier... dat wel gaan doen. Wat dan? Ja, we willen de uh, Kilimanjaro gaan beklimmen in uh, uh, 24 uur in Korte Broek. En uh, degenen die zich gaan aanmelden, die, uh, die gaan uh, geld uh, mede ophalen voor. Uh, 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 Serengeti Masai Mara voor de, de uh, wildlife. Ja, ja, en uh, wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek waarin we bijvoorbeeld laten zien... dat uh, uh, door deze ademhalingstechnieken kunnen wij ook niet alleen ik, maar iedereen... Die gaat meedoen met dit programma. Het uh, 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 programma om uh, die uh, berg al zodanig in korte broek te kunnen beklimmen. Dat betekent na nou, zes kilometer. Daarin is uh, minder dan de helft van de zuurstof aanwezig. Uh, en dat kunnen wij als mens uh, uh, wetenschappelijk gezien, fysiologisch gezien niet. In 24 uur doen. Want dan krijg je een deficit. Ja, je krijgt tekorten. En daardoor krijg je hoofdpijn. Je krijgt de oedeme. En dan sterf je. Super gevaarlijk. Ja. En wij laten dus zien dat dat wel gaat. En met dat uh, laat ik zien dat uh, ongeacht de leeftijd. Uh, Laatst uh, beklom ik de berg nog uh, in 28,5 uh, 28 uur. Uh, samen met uh, 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 de oudste deelnemer. 76 jaar. Nog nooit een berg beklommen daarvoor. Wow. En die beklommen met de ziekte van Lyme. In 30 uur, en uh, de, de man heeft dat gedaan, en die heeft die getransformeerd. Kan je, je wat opgeven, wij geven, of uh... ja, ja, dat, uh, dat komt deze maand bij ons op de website okay, en dat gaat wereldwijd. En we maken er een grote documentaire van en uh, wetenschappelijk onderzoek. Nou, daarom... en een wereldrecord, boom, bam. En 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 want wat zit er allemaal aan te komen? Ik weet dat je hier met History Channel bezig was. Ja, ja, de. Uh, uh, er is heel veel televisie aan de gang. We zijn bezig met de Duitse markt op dit moment. Is er veel, uh, groot, de grootste komen namen, de grootste motivational speakers. Die komen namen om training en dit en dat. Nou, dat is allemaal aan de gang. In Amerika uh, is er een onderzoek aan de gang. Uh, op het gebied van DNA: uh, remapping of the DNA. Ja. Zij zeiden wel. Uh, 12 jaar weten we hoe DNA in elkaar zit, maar dat weten we omdat we via microscopen kijken. Ja, zijn... Maar hoe wij dan willen, ze weten dat kunnen gaan doen, dat weten we niet. Maar met deze techniek weten we dat we daar een baanbrekend werk gaan uh, verrichten. Nou daar uh, 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 daar zijn we mee bezig met bipolaire stoornissen, oftewel uh, mental disorders in uh, Michigan. Er komt in onderzoek uh, is gedaan op 3.250 men, uh, mensen in Melbourne uh, University, die allemaal deze methodiek hebben gedaan. En uh, ja, 51 mensen uh, die uh, verklaren in da uh, daarin uh, die kanker hadden, nee, dat ze genezen zijn. Nou, ja. hey, uh, uh, dat moet natuurlijk nee, wel laten ik zien. Zeggen, maar... en, en zo, uh, de, ik denk dat de natuur oplossing heeft voor alles. Alleen zijn we de natuur en haar kracht. Ons potentieel vergeten. We zijn daar niet mee verbonden. Ik blijf net zo lang doorgaan. Totdat wij kunnen zien. En voelen. En begrijpen. En wetenschappelijk bewezen wordt. Dat wij tot veel meer toe in staat zijn. En dat we toe in staat zijn. Om ons eigen geluk, kracht en gezondheid. Gewoon te waarborgen. En dat betekent dat uh, uh, ongeacht. Culturele achtergrond of religie, dat maakt je reet uit. Als je gelukkig bent, ben je gelukkig. En dat maakt de uh, vrouw en de, uh, de, de, de moeder in Baghdad en in New York precies hetzelfde. Ja. Wat, wat zou je nou anders willen voor je zoon? Voor je, voor je dochter? Uh, uh, gelukkig, krachtige gezondheid? Wat, uh, wat anders? Ja. Daarin gaan we dus die fundamentele verschillen. Daar blijf ik mee doorgaan om licht daarop te doen laten schijnen. Buiten dat zijn er nog acht onderzoeken. Uh, zeven of acht onderzoeken die, uh, die liggen in de publicatie. We hebben weer gereproduceerd en verder uh, doorgeanalyseerd dat we eigenlijk op de weg zitten naar de innerlijke kracht, zoals het eigenlijk behoort. Ik weet, ik, ik, te zijn. ik ga trouwens hier de microfoon langs laten gaan bedenken. Als je een vraag wil, uh, dan is dit het moment. Uh, en ik weet dat je het daar niet om doet. Maar ik vind het toch even leuk. Weet je wel, zo vaak ben je niet in het land en hoor ik jou überhaupt niet in het Nederlands praten. Wat, wat, wat vind je nou zelf een van de gaafste dingen? Wat je de afgelopen tijd hebt meegemaakt. En dan bedoel ik het gewoon eigenlijk niet eens zozeer in. in, in, in... In ik, ik, wetenschap of kijk, dingen, maar ik, ik gewoon maak, in mensen ontmoeten. Ik maak eh, eer, eh, Wanneer was het? Afgelopen vrijdag. Vrijdag heb ik een, 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 had ik een jaarlijkse reunie van... We hebben tegenwoordig een academie. Wij leiden mensen op tot uh, een therapeut. Ja. En daar zitten doktoren, architecten, maar ook timmerlieden. Het maakt niet uit. Ieder die gemotiveerd is, is bij machten om deze methodiek aan te leren, die zeer effectief is en zeer toegankelijk. Nou, we hebben mensen in Australië, in Amerika, Japan, zelfs in China, hier in Nederland, Europa. Het zijn, uh, 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 de jaarlijkse reunie was afgelopen vrijdag. En er komt een vrouw die. die kwam even naar de microfoon om uh, uh, te vertellen. Uh, uh, haar verhaal. Haar verhaal was namelijk. Uh, uh, dat zij. Uh, hartstikke mooie vrouw. Een boutique. levend op Ibiza. Huis, een Ibiza -huis nee, nee. in Amsterdam. En dan krijg je borstkanker. Oh my God. En dan moet je borst uh, uh, afgezet worden om, omdat je. Uh, 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 kwaadaardige tumoren hebt. En uh, da daarvoor heb je nodig uh, 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 chemotherapie. En die chemotherapie, uh, die kan er misschien voor zorgen dat, die, uh, dat je uiteindelijk die uh, mastectomie of zo de borst niet uh, afgezet ho hoeft te worden. Ja. Hoe dan ook, maar daarvoor heb je wel een uh, hoeveelheid witte bloedlichaamjes voor nodig. Je defense system, die moet gewoon op pijl zijn. Anders kan je die chemie, uh, die, uh, hoe heet dat... Uh, 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 die, uh, uh, die kuur niet ingaan. Nou, euh, ze had het drie keer gedaan. En toen waren haar bloedlichaampjes, die waren uh, drastisch omlaag gegaan. En ze konden niets aan doen. En ze zeiden: uh, 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 ja, ja, ze, ja, het gaat verder. We kunnen ni niks meer eigenlijk voor je betekenen. Uh, uh, als het uh, zo doorgaat. We hebben uh, stopgezet. En, uh, uh, en toen las ze. Onderweg van Ibiza naar Amsterdam in het vliegtuig. een artikel over mij. Van binnen een week kan je je auto-immuunsysteem. kan je hartstikke boosten. En, en daarna zag ze nog koud kunstje in de winkel liggen. En degene die haar ophaalde op het vliegveld. die sprak over mij. Nou, dat waren drie vliegen in één klap. Boom. En, 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 en zij gingen doen. Een week later komt ze bij de dokter. En, 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 en kan je kijken wat er. hoe mijn bloedwaarden nou zijn. met de witte bloedlichaam die waren verdriedubbeld. Dat betekent dat zij die kuur. Uh, kon afmaken. en de dokter zei. Uh, uh, wat heb jij gedaan? En uh, uh, toen vertelde ze hierover. over die ademhalingsoefeningen... die koude douches. En, uh, uh, enzovoort. en ze was er helemaal op ingestort. bedoel, anders. Ja, anders ga je dood. Onderin, ja, ja, leven en doodzaak. zo'n mentaliteit. That's mindset. Volledig. En daartoe ben je ook bij machten. Als jij controle hebt over jezelf. En dat heb je wel. Als je, en de vrouw die de auto opdeelt, omdat er zo'n eronder ligt. Ja. Dat zijn die momenten. Kracht, die bestaan. Maar zo zijn wij niet geschoold. Maar op zo'n moment ko kom je daarmee in aanraking. Met die mindset. Zij is dat gaan doen. Een week later. 300 procent. En medisch ge uh, gezien uh, kan dat helemaal niet. Maar dat soort verhalen. Zij, zij is nu. Prachtige twee, prachtige borsten. Ze ziet er hartstikke mooi uit. Ja. En uh, ja, ja. ze houdt van me. Ja, en uh, ja, ik, ja, ik snap wel uh, waarom. Ja. Dat is liefde. Mooi, Wim. Echt, wat een, wat, wat een inspiratie. Ik ga de microfoon eventjes uh, uh, rond laten gaan als er mensen zijn die een vraag willen stellen. Uh, dit is je kans. Is er iemand die durft? Is er iemand die wil? Ja. Terecht, uh, de Dankjewel, Giel. Wim, een vraag. <coughs> er zijn natuurlijk heel veel. Je praat over de skep. De sceptici in de wereld. En het heeft jou lang gekost om mensen te overtuigen. Nu vertel je net over bijvoorbeeld over die meneer van in de 70. Die die berg beklimt in 30 uur. 76. 76. Ja. Heb je nou, er komen natuurlijk ook mensen die gaan jouw trainingen doen. Of de trainingen van jouw mensen. En die hebben zoiets van, het gaat niet lukken. En die proberen zich tegen te verzetten. Zijn er nou mensen die op een gegeven moment niet ervoor openstaan. En die je dus ook niet kan openmaken voor jouw theorieën en ideeën. Lukt het wel eens niet? Ja, tuurlijk. Als jij er geen zin in hebt en het niet doet, dan gaat die kracht ook weer gewoon terug naar je oude geconditioneerdheid. Spure, naar je oude denken. Als je mentale het openstellen voor het. Ja, als jij. Ik zeg altijd. De eerste keer dat ik dat deed hier in Nederland. Ik kwam nog bij Pauw Witteman was het toen. Pauw en Witteman kwam ik nog uh, op bezoek. Uh, om daarover te vertellen. En uh, ja, ze verklaarde me een beetje. Het uh... was echt een beetje, een beetje als een gek. Ja, als een gek. Eh. Zo van, uh, wat die man zegt. Dat, ja, dat, dat, dat kan helemaal niet. Ik weet, Witteman nog uh, beneden in de vestibule. Dan kwam ik hem nog even tegen. Ik zei. Ja, uh, 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 er zijn wel meer mensen die zo opstaan. en dan uh, denken dat ze alles kunnen. Ja, hé, hey, maar wie uh, heeft dat tegendeel uh, dan bewezen? Dat dat niet kan. M mijn buurvrouw, een hele wijze buurvrouw. In de, hier, de oudste. West, die zei er wat niet kan is nog nooit gebeurd. En, 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 en dan komt witte Man. die zeggen, ja, nou dan word ik zo'n guru en dit en dat. en Zo'n, oh, het is allemaal hoe heet ze weer? Die vrouw. Manda. Ja, Jomanda. Dat, dat syndroom. Die gingen op een gegeven moment op zo'n pallet met water staan. Ja. En dan gingen ze te inzegen. En elke uh, flesje werd dan vijf uh, dollar. Of vijf uh, 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 gulden, uh, euro. In Australië is dat trouwens nog duurder. <laughs> en er is geen man er niet eens. <laughs> uh, uh, waar het om gaat. Ja. Op dat moment. Eerste keer. Het, uh, uh, het onbekende. Eh, van de Kilimanjaro gaan beklimmen in drie dagen. Drie dagen met mensen met de oudste op dat moment, de eerste keer dat ik dat deed, 65 jaar. Drie, vier bypasses, coronaire bypasses. Eén iemand die had kanker, eh, prostaatkanker. Eh, eh, twee hadden er daar eh, eh, zware reuma. Eh, mensen met eh, eh, ziekte van kroon, eh, astma. 26 mensen wel allemaal gemotiveerd. Dat is het. Je moet gewoon wel. Die motivatie die leidde binnen vier uh, maanden. ertoe dat haar lichaam helemaal veranderde. Ja. Ze hebben dat ingevuld. en uh, we hebben dit niet in drie dagen gedaan, in twee dagen. Toen kwam ik terug. Dan stuit je nog steeds op ongeloof. Ja, en dan uh, denk je: van, ik ga gewoon door. Want wat ik voel, dat is gewoon zo. En zo, zo is het. Oh, top. Iemand anders. Ja. Dus motivatie. Uh, Wim, heel veel Nederlanders wonen aan de prachtige Noordzee. Wat, wat is, ik woon ook aan de Noordzee. Wat is de tip om te doen? Iedere dag uh, tot aan yes. het begin van het voorjaar uh, even de zee in lopen? Yes. A cold shower a day keeps the doctor away. Als je het over de uh, zwaartekracht van het niet jezelf blootstellen aan koude. Uh, 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 als je het daar gaat over hebben, dan uh, heb je het over killer number one in uh, onze uh, samenleving. Dat is uh, uh, cardiovasculair gerelateerde ziekten en de kwaliteit van het leven die met bloeddoorstroming te maken heeft. Absoluut. Dat is uh, ja, misschien wel miljarden mensen in de, uh, deze westerse wereld die daaraan lijden. En uh, door de kou in te gaan, op een graduele manier, niet te forceren. Eh, leer je al na een dag of tien... Eh, 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 is je vasculaire conditie zo... dat jij eh, de hele winter... Eh, eh, een, een lekkere plons kan gaan nemen eh, in de Noordzee. En dat zou iedereen moeten doen. Weet je wat onverwantwoord is? Die eh, unieke toestand in, in januari... wanneer uh, iedereen gechoqueerd... Uh, uh, in één keer uh, met een slechte uh, conditie. Dat gaat jij. <laughs> uh, nee, die mensen zijn wel gemotiveerd. Uh, dat is goed. Dat is uitstekend. Daardoor zal het ook wel een adrenaline boost veroorzaken. Heb je ook nodig op zo'n moment. Ja. Maar dan, die mensen zijn qua conditie, vasculaire conditie... niet bij machten, niet getraind om eigenlijk die chockerende... Stappen zetten. Eigenlijk. Een shock is er omdat daar een verschil in zit. Er zit geen aanpassingen. En door die koude douches te verlengen... Uh, 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 over twee weken ben je dan bij machten om een plons te... Uh, uh, en volledig gecontroleerd dat water in te gaan en uit te gaan. En met dat heb je de juiste vasculaire conditie. We praten over fitness, outside, uh, muscles en dit en dat. En ja, uh, like, uh, ik zie er mooi uit en weet ik wat allemaal. Nou, maar we hebben het, uh, miljoenen spiertjes in onze vasculaire systeem. Als we die nou eens gaan trainen, dan heet dat vasculaire fitness. Dat moet een nieuwe rage worden. En daarmee tackelen we killer number one, die meer dan welke oorlog dan ook eh, opeist aan slachtoffers. Uh, Wim. Tegenwoordig zie je steeds weer ook in de medische wetenschap dat ook holistische artsen steeds belangrijker worden. Maar zie jij op een gegeven moment ook dat bijvoorbeeld jouw methode dan op een gegeven moment ook via de verzekeringen zou gedaan? Want ik kan me voorstellen dat als ik dat zo hoor, heel veel preventie zou ja, ja. kunnen doen. Oh, ja. Maar, maar, maar ik, bedoel, ik, ik kom zelf wel op, bij de IJsman training en zo. En dat is allemaal nog steeds voor een bepaalde groep mensen. Die betalen daar een, een behoorlijk bedrag voor. Maar om het ook toegankelijk te maken dan voor mensen, zeg maar binnen hun. Uh, want dat zou natuurlijk fantastisch zijn, toch? En ja. is daar, is daar, zijn daar Ik ben al bezig met de reguliere gezondheidszorg in Amerika. En daar is het al geaccrediteerd, okay. zoals dat heet. Uh, we hebben een programma ontwikkeld voor 140.000 uh, zusters en, uh, en, en artsen in Amerika... die het verspreiden op, uh, in elder homes, oftewel bejaardentehuizen. En dan, uh, zij, uh, zij zien daar zoveel succes in dat ze zeggen... Want we gaan niet voor 140.000 zusters uh, uh, 140 uh, en uh, nurses en uh, dokters. We gaan voor uh, uh, 100.000 uh, elderhomes. Voor, uh, voor alles. Nou, en als Amerika begint op te pakken. Dan, uh, uh, de uh, ja, dan uh, volgt de vol volg Nederland die volgt altijd gedwee. Ja, uh, vergis je niet. We hebben het over gehad in wat voor een wereld die je ook begeeft. En wat voor muren je tegenop zal lopen als het gaat om de medicijnbedrijven. die Het is big time. Duren. hè? Wij, wij, wij vechten hier ja. eh, misschien wel tegen de bierkaai. Maar eh, eh, wij gaan wel winnen. Ja. Vroeger werden medicijnen gegeven om mensen beter te maken. Tegenwoordig gebruiken we medicijnen om te zorgen dat mensen niet ziek worden. Tegen hoge bloeddruk en, en, en cholesterolverlagers. Maar jouw methode zou natuurlijk gewoon uh, heel mooi werken. Ja. ja, het immuunsysteem is aan ons. De farmacie zit in ons. Ontwaken daar naartoe. Of waren dat net alle vragen? Is dat, ja. Oké. Okay. Okay. Uh, zeg Wim, ik hoor je net vertellen over uh, in Nederland, uh, is het wat minder, komt het wat minder door dan in het buitenland. Hè? En nu hoor ik je ook heel veel vertellen. Uh, nou, zeg maar, hoe zitten we nu? Anderhalf uur. En dan hoor ik je heel veel tekst gebruiken en kleine facetjes van wat je eigenlijk over wilt brengen. Dus het eerste wat ik me bedacht is, heb je vandaag misschien je koude bad gemist? Waarom? Omdat het veel willen vertellen in uh, een hele korte tijd zorgt er natuurlijk ook voor dat je amygdala, hè, dat je nou, toch in je stressmodus gaat zitten en dat je heel graag iets over wil brengen. Mm -hmm. uh, maar ik krijg heel veel informatie en ik denk: um, hoe zou je nu zelf um, jezelf kunnen reguleren om ervoor te zorgen dat je boodschap ook in Nederland nog kordater kan worden overgebracht? Ja, wat een leuke vraag. <laughs> uh, ik heb vandaag trouwens uh, mijn koude bad uh, gewoon heerlijk gehad. En ik was uh, gewoon klaar voor, uh, uh, om naar Geel uh, te gaan. Die ik, uh, 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 ik weet niet hoeveel jaar geleden. Had, uh, was ik in zijn radioprogramma in de Hilversum. Was even snel in en uit. Toen was ik nog steeds de. Het, uh, the Iceman, the de Iceman, de Freak eigenlijk. De, de, de ja. circusartiest zo enzovoorts. En, ja. en daar, nu krijg ik meer een platform om dingen uit te leggen. En dat doe ik ook middels uh, honderden uh, podcasts, misschien wel duizend, en dan over de hele wereld en de allergrootste. En uh, nu ben ik hier weer terug in Nederland. Ja, ik uh, uh, ben uiteindelijk de cirkel heb ik gemaakt. Ik ben weer terug. Ik ben weer terug. En, uh, 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 Nederland, uh, ontwaak maar, want ik ben terug. Want uh, uh, nodig mij maar uit, want uh, 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 yeah. I is het toch, toch iets wat, wat je gefrustreerd heeft, kan ik me heel goed voorstellen. Yes, nou. uh, is logisch, hè? Ja. als je de hele tijd geïnhibeerd wordt, als je de hele tijd uh, met, met koren uh, uh, met Maaiveld mee moet, ja. terwijl je, uh, uh, hey, je wilt veel verder en je ziet dat er veel meer kan, uh, dat frustreert. Maar uh, ik heb geleerd met die frustraties om te gaan. Mm -hmm. En dat, uh, dat is eigenlijk een geduldsoefening. En eh, ik, ik noem de wetenschap wel eens. Eh, ja, uh, science is as fast as a slow turtle. Eh, eh, dus wetenschap is zo snel als een uh, langzame schil, uh, langzaam uh, schildpad. Ik ik, uh, maar uiteindelijk winnen we van de, van de haas. Van die onrust, van die stress, van die amygdala. Die uh, buiten. Uh, uh, ik wil dit laten zien. Nee, de, nee ik, uh, ik ben hier zoals ik ben. In, in alle rust. Met alle kracht ben ik hier. Okay. En dit uh, uh, is mijn ziel, zo ben ik. Ik kan ook heel rustig zijn. <laughs> maar niet nu. <no. laughs> uh, iemand anders nog? Oh ja. Um, ja, ik had al even een vraagje. Uh, Giel die gaf aan dat hij de laatste uh, uh, test heeft gedaan dat je ADHD hebt, toch? Gaf je aan? Ja, ADD en bijna zoiets. Ja. ADD. Uh, je ziet dat best wel vaak bij kinderen wordt dat geconstateerd. Het wordt eigenlijk, uh, nou ja, als een kind een beetje druk is, dan krijgen ze vaak een stempel ADHD of ADD. Hoe zie jij jouw techniek in relatie tot ADHD? En hoe zie je dat bij jongere mensen of bij kinderen? Ja, dit. Uh... Uh, uh, dus uh, Scherder, die, uh, uh, die zegt, uh, we moeten meer bewegen. Huh? Dat is uh, Scherder, professor Scherder, neuroloog. Ja. Maar uh, ik zeg, uh, uh, luister, van kind af aan, uh, aangeboren hebben wij uh, de macht uh, binnen ons. En de natuurlijke gang van neurologische groei kunnen we gewoon bijhouden. Tenzij we de hele tijd moeten presteren terwijl we aan... Anders in elkaar zitten. En dat er een, één, eh, een, 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 een manier. Eh, het wordt wel eens uitgelegd: van, er zit een aap, er zit een beer, er zit een, een, een vis. Eh, ja, een vis in een aquarium zal dan wel zijn, ofzo. Eh, 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 en, en nog een dier. En de, wie is nou het beste in klimmen? Nou, als iedereen moet leren klimmen, omdat iedereen in deze maatschappij eh, de maatschappij in stand moet houden en zo moet leren. En, en, en dat is het meetsysteem dan zal de aap binnen. En de vis, die zal helemaal ten onder gaan. En het eh, en, eh, en, eh, en, eh, en paard ook. En de olifant ook. En, enzovoort. We zijn allemaal verschillend. Maar we hebben allemaal één ding gemeen: geluksbeleving. Als we die geluksbeweging eh, eh, beweging, nou, leren inzetten in de lagere school. En dat we buiten wiskunde, geschiedenis en taal. Uh, nu dus de vakken uh, ook krijgen, uh, geluk, kracht en gezondheid, dan zal er nooit iets verkeerd gaan. En uh, uh, dit soort uh, mentale uh, uh, disorders, mental disorders, uh, ja, dat, en depressie, uh, is uh, zo'n grote probleem, jongens. Dat, uh, uh, dat probleem hoeft er helemaal niet te zijn. Als je bewust daarmee omgaat en de marge is heel groot, dan raak jij niet uit balans. En dan leer je een, een controle te houden. Over je eigen zijn. Je leert eigenlijk omgaan met je eigen geest. Daar zit je in, ah. beetje. Korte vraag dan nog. Uh, zou je, hoe zou je dan bijvoorbeeld. Want er zijn dus best wel veel kinderen die zo'n stempel opkrijgen uh, gelegd. Um, ja, nou, wat dan, zou je dan zeggen? Wat mensen daar. Of, ouders daarmee moeten doen of zo. Ja. Nou, die ademhalingsoefeningen. En jij, uh, Gil. Hey, uh, je deed het met. volle nee. teug in. Dat moet je dus niet doen. Nee. Uit. Uh, wat heeft te maken met te actie en te veel actie? Te veel zuurstof. Dat is die neurologie. Die uh, buitensporig uh, door blijft gaan. Nou, als je uh, de aanvoer van de chemie uh, verandert, dus vermindert, en dat doe je bewust, en dan valt het stil. Sorry dat het zo eenvoudig is. Nee, nou, ja. En dus uh, laat die onderzoekers maar eens daarop uh, uh, losgaan. Elke neuroloog die hier naartoe luistert, uh, 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 luister goed. Wij hebben de oplossing in ons en in ieder van ons. Niet zo gecompliceerd doen, gewoon onderzoeken. Helder. Ik zag daar nog één vraag en ik denk dat dat de laatste is dan. Dat uh, lijkt me mooi. Leuk hoor dat jullie hier allemaal zulke goede vragen hebben. Ja. Love it. Ja. Wim, als je zegt dat je je lichaam totaal onder controle kan krijgen door te trainen, zouden we dan twee conclusies mogen trekken? Eén, er hoeft niemand meer dood te gaan in de wereld aan ziektes. En twee, als je ziek bent, bijvoorbeeld je hebt ALS of kanker of iets anders vreselijks, dan zou je dat niet hoeven te hebben als je je lichaam wat beter traint. Even twee heftige stellingen, hoor. Maar die spelen dan door ja. hoofd. Ja, ik, 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 ik heb een uh, contact met... Uh, of ja, een kennis. Een, een vriend. Uh, werk ik wel eens mee. Dave Asprey. Dave Asprey. En, uh, ja, verdient honderd mil honderden miljoenen. En uh, Hij die doet van alles. En die wil 180 jaar worden. So, what the fuck? 180 jaar? Dan leven je vriendinnen en vrienden... en je familie die leeft niet meer. Dan word je... Krijg je achter, 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 achterlijke uh, kleinkinderen misschien of zo? Uh, weet ik wat. Uh, dat is uh, grappig bedoeld. Ja. Maar uh, hij, uh, hij, uh, hij uh, vroeg me. Uh, uh, ik zat in zijn podcast uh, onder andere. En uh, vroeg hij vroeg me: uh, uh, Wim, do you know what is. Uh, uh, I never asked this question. Ik, ik, ik stel deze vraag nooit. Maar uh, weet jij wat verlichting is? De, de, uh, ik, ik, ik stel die vraag nooit. Maar. Ik denk dat ik een wijs man ben en dat ik zoveel gedaan heb. En ik heb ook zoveel gedaan en ik ben ook wijs. Af en toe niet goed wijs, maar het is ook wijs. In ieder geval, ik zeg ja, en zet het in één regel neer. Ik zeg, hele Bijbels en Korans zijn er over geschreven, over verlichting en Bhagavad Gita's en Torahs en weet ik wat allemaal. Ik moet het even één regel neerzetten. Ik zeg ja, oké, okay, hier komt het. Ik zeg je, ja. just be happy, strong and healthy. And the rest is bullshit. En daarmee eh, laat ik iets fundamenteels zien. Namelijk dat wij eh, de, het geloof en de, in die kracht, in dat geluk en in die gezondheid zijn verloren. En daarmee de ziel die wij eigenlijk hebben, niet kennen. En die ziel die leeft net als een bloem. Dat groeit, groeit, groeit. It makes sense, 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 sense. Boom! Enlightenment. Want dat is bewustzijn. Dat verwijt zich. Uh, expanding consciousness. Het, uh, hoe heet dat? Bewustzijnsverruiming. Bewustzijnsverruiming. En op een gegeven moment wordt het onderbewuste wordt bewust. Dan is de bloem daar. En dat kan je zien in hele elektromagnetische foto's en weet ik wat allemaal. Eh, eh, tegenwoordig met alle instrumenten die we hebben in de wetenschap, eh, met brainscans, kan je dat allemaal zien. Het wordt tijd dat wij gaan, de eh, 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 era of de eh, eh, tijd om in de ziel te gaan en aan te, tonen, aan te tonen dat de bron van ons angstloos zijn, die is waarin de ziel beleefd wordt zoals wij in elkaar zitten. En daar is het geluk, daar is de kracht, daar is de gezondheid. En dan is er geen vraag meer te beantwoorden. Alles is daar. Het is echt geen antwoord op je vraag, maar het is een mooi verhaal. Ja, ik vind het wel een mooi antwoord. Ik ben heel goed in het niet beantwoorden van vragen. Daar ben ik ook nee, heel goed in. In dit geval, ja, ik, 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 ik neem het op: Dus ALS van. en al die dingen. Ja. Omdat wij fundamenteel fout zitten met onze eh, scholing en de fysiologie. Ja. Daardoor krijgen we oxidatieve stress, we krijgen inflammatie. en we weten niet hoe we daarmee moeten delen. En dan krijg je dingen zoals ALS. Nou, ik was bezig met ALS, hier in Nederland, met één iemand. En uh, die had zo'n grote winst daarin. We zijn uh, gaan praten met de professor, uh, de Utrecht, de, de autoriteiten op het gebied van ALS. Met de directeur, met de penningmeester en met diegene die uh, Amsterdam Swim veroorzaakt. Ik heb dat zelf ook nog een keer gedaan. En uh, 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 we kregen gewoon nul op ons request. Terwijl we zo'n uh, winst lieten zien met iemand die uh, daadwerkelijk ALS had. Ja, dan, uh, je, het is vechten tegen de bierkaart. En totdat je niet ophoudt en door blijft gaan, ga jij binnen. En da dat is wat ik wil laten zien. Dat wij eigenlijk geboren zijn met alle, alles wat wij nodig hebben om gelukkig, krachtig en gezond uh, te zijn. En de rest is bullshit. Blijf strijden in ieder geval, Wim. Maar dat doe je. Ja. Daar ben ik niet bang voor. Yes. Uh, ik hoop. Uh, ik, 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 nou, ik ben heel blij dat je hierbij. Uh, nou ja, ik heb het zelf koekoeroe genoemd. Een niet bestaand woord. Maar dat gaat eigenlijk over alles wat je zegt. Gewoon, nou, toevallig ja. dat het koekoeroe heet. Maar mijn dochter die had eh, eh, een liedje. En dat heet koekoeroekoet. Oh, koekoeroekoet. Ja, ja. ja, 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 ja. En, en, en zij liet mij dat zien hier ja, uh, in uh, uh, dit gebouw. Uh, ja, echt waar. Ja, ja. Dat, uh, dingen kwamen gewoon bij elkaar. Dan zijn we er gewoon weer. Ja. Lekker. Ja. Uh, mag ik een applaus voor Wim Hof? Yeah. Hey. <applause> Dankjewel Wim uh, voor de inspiratie. Super fijn dat je hier wilde zijn. Dankjewel. En, uh, man. We gaan het verder doen. Thanks ja. man. Ja, ja, Thanks. Zeker weten. Ja. Mooi ja, begin. Ja, we hebben ook geen eindtune, dus doen we even de eindtune. Koekeroe. Hoi. Koekeroe. Als jullie nou... Uh,

En dan staan ze een half uur in de sneeuw blote voeten. Dat is niet omdat ze geen geld voor, uh, uh, voor schoenen hebben. Nog één keer een applaus, Wim Hof. bro. Dankjewel. Echt